Goedemorgen allemaal en welkom bij de Vectorvis online workshop livestream. Het is vandaag zondag 8 mei. Mijn naam is Tom van Ooyen. De afgelopen week vonden er op de 8 locaties in België en Nederland dus terug fysieke workshops plaats. Maar ook na het ergste van de coronapandemie hopelijk achter de rug is, want we kunnen het natuurlijk niet voorspellen. Maar ook nu gaan we dus blijven streamen. Dat is besloten, omdat ja, sommige van mijn abonnees het nog niet vertrouwen om naar de fysieke workshops te komen. Maar je hebt ook altijd mensen die in shiften werken, mensen met een handicap, mensen die op reis zijn. En ook om hen de kans te blijven geven om de workshops te volgen. En dan heb je natuurlijk nog een kleine groep, de diehards, die zowel de workshops volgen, zowel eerst op locatie en nadien online. Goed, wat gaan we vandaag doen? Wel, dit is niet de agenda, dit is wel de agenda in deel 1. Laat ik u zien hoe dat Vectorvest u altijd een houvast biedt door u ja, te begeleiden, te proberen te zeggen van... excuseer. Welke periodes zijn geschikt om aandelen te kopen en welke periodes zijn niet zo geschikt? De Nasdaq piekte vorig jaar op 22 november... We zijn nu 5 maanden en een half verder en we hebben al 5 maanden een down-signaal gehad en slechts 2 weken een up-signaal. En tijdens een down-signaal zeggen wij geen aandelen kopen. Ondertussen staat de Nasdaq 24,2% lager dan de piek. Dus ik denk dat het toch verstandig is om tijdens die down-signalen een afwachtende en defensieve houding aan te nemen. Daarom, wij kunnen de markt niet voorspellen, maar... omdat wij zo heel veel belang hechten aan de trend en aan onze confront calls up en down, zeggen wij wel, oké, dit is een periode dat u aandelen best kan kopen en dit is een periode waarin u aandelen beter niet kan kopen. Eens dat u weet wanneer u cash aan het werk mag zetten, is het natuurlijk zaak om de juiste aandelen in portefeuille te nemen. En we staan ook stil bij wanneer u moet besluiten om een aandeel al dan niet te verkopen, hetgeen toch iets is waar veel beleggers... ja, een beetje toch wel moeite mee hebben. Deel 2, dat is iedere keer iets anders. Meestal gaan we een strategie opbouwen en backtesten. Dat gaan we vandaag niet doen. We gaan wel een trektocht doen doorheen Vectorvest. Nu, voor de mensen die nieuw zijn, wat is Vectorvest? Het is Amerikaanse beleggingssoftware die fundamentele en technische analyse combineert. Wij volgen wereldwijd 18.500 aandelen. Die zitten verspreid over 5 databases. Het is natuurlijk onbegonnen werk om al die aandelen zelf te gaan analyseren. Daarom werken wij met eigen indicatoren op een schaal van 0 tot 2. Om zo aandelen makkelijk en snel te analyseren. Je zal zien dat ieder aandeel een aanbeveling krijgt, buy, hold of sell. Een aandeel krijgt een buy als het aan 4 parameters voldoet. Een aandeel springt op sell als het door de stop losgaat. Dat is de combinatie van fundamentele en technische analyse. En we proberen nu vooral een houvast te bieden bij het beleggen. Goed, wanneer aandelen kopen? Ik veronderstel dat de meeste kijkers... dat die allemaal een bestaande portefeuille hebben. Stel, het zijn toch volatiele tijden, stel u zit 70% in aandelen en u heeft een gezonde cashpositie van 30%. Nu, wanneer ga je die 30% cash aan het werk zetten? Ga je dan bijvoorbeeld maandelijks bijkopen of ga je proberen de markt te voorspellen en op de bodem in te stappen? Natuurlijk, niemand kan de beurs voorspellen, niemand kan weten waar de top is. Niemand kan weten waar de bodem is. Dus wij zeggen, blijf altijd in de markt, maar inderdaad, er is een maar. Ik ga daar zo dadelijk verder op ingaan. Nu, het allerbelangrijkste bij het beleggen is, beperk uw verliezen. Als ik met beleggers praat, of ik zie beleggers onderling, dat is heel normaal dat je graag over uw winnaars in de portefeuille praat. Maar het allerbelangrijkste is dus, beperk uw verliezen. En waarom is dat? Wel, hoe meer verlies u leidt, hoe langer het zal duren eer dat u terug break-even bent. Hier zien we de kolom, oké, 10% koersdaling, bijvoorbeeld van 100 naar 90 euro. Dan moet je om van 90 naar 100 te gaan al 11% stijgen. Maar daal je bijvoorbeeld 20% van 100 naar 80 euro, dan moet je alweer 25% stijgen om break-even te gaan.
En u zal zien, hoe meer dat uw verliezen oplopen, bijvoorbeeld 40% daling van 100 naar 60 euro, dan moet je al meer dan 66% stijgen om break-even te gaan. Daalt u 50%, uw aandeel moet verdubbelen om break-even te gaan. Daarom is het zo belangrijk dat je uw verliezen steeds beperkt. Nu, hoe dus uw cash aan het werk zetten? Want wij kunnen de beurs niet voorspellen, maar wij hechten wel heel veel belang aan de trend van de markt. En door te kijken naar de trend van de markt, krijgen wij confirmed calls up en confirmed calls down. Nu, hoe moet je die eerst interpreteren en nadien leg ik u uit hoe dat ze tot stand komen. Eerst interpreteren. Je hebt een bestaande portefeuille, 70% aandelen, maar je hebt 30% cash. Wanneer ga je die cash aan het werk zetten? Wij zeggen bij een confirmed call-up, dat is het meest trage signaal, dus u koopt bij op de eerste dag van een confirmed call-up. Omdat het meest trage signaal is, is het niet de bedoeling dat je dan nog enkele weken gaat wachten. Een groene driehoek, dat betekent een confirmed call-up. We zien hier de bel 20 voor de afgelopen ongeveer 4 jaar. En ik heb onderaan de confirmed calls aangevinkt. En hier zie je allemaal groene driehoekjes. Ik heb die gehighlight. En u zal zien dat de meeste van die up-signalen, dat die gevolgd worden door een opgaande trend. Dat is ook een voordeel van VectorVest. Je opent eendert welk index, bijvoorbeeld de Bell of de Dow of de Nasdaq. Je klikt op die confirmed calls en dan kan je altijd zien dat in het verleden, zet hier de begin- en de einddatum, of klik hier gewoon op 5 jaar. En dan kan je altijd gaan kijken, oké, hoe hebben die signalen nu in het verleden gewerkt? Het kan altijd een vals signaal zijn, maar u zal zien dat de meeste up-signalen gevolgd worden door een stijgende trend. U ziet dat hier, duidelijk stijgende trend. U ziet dat hier, een stijgende trend, tot aan het down-signaal dan. Up-signaal, stijging, dit was ook wel een mooie. Dit was een vals up-signaal. Kan dus altijd gebeuren. Het is natuurlijk geen exacte wetenschap. Dit was ook wel een mooie. Up-signaal, dit was ook wel een vals signaal. En dan dit 5 dagen nadat Biden werd verkozen, kijk eens, een up-signaal dat liefst 10 maanden duurde. Dus u ziet het, soms geweldige rallies. Dat was ook heel mooi, deze was heel mooi. Soms kleinere rallies, zoals hier. Of zoals hier. En soms kan er een vals signaal zijn. Daarom zeggen wij, je kunt toch de beurs niet voorspellen. Probeer dan te werken met die confirmed calls up. Oké. Dus bij een confirmed call-up zeggen wij, u zet uw cash aan het werk. U gaat misschien denken bij een down-signaal dat ik ga zeggen, verkoop aandelen. Nee, dat zeggen wij dus niet. We zeggen, blijf in de markt, maar. Waarom eerst blijf in de markt? Wel, ik presenteer de workshop sinds 2015. En als we gaan backtesten, strategieën backtesten, wat we vaak doen tijdens de workshops, dan ga ik altijd backtesten door enerzijds bij een down-signaal in de markt te blijven, en anderzijds door bij een down-signaal alles te liquideren. En wat blijkt? Als je altijd in de markt blijft, ga je betere resultaten halen dan wanneer je keer op keer alles gaat liquideren. Er is alleen een maar. En die maar is dat u nooit aandelen koopt tijdens een down-signaal. Ook hier gaan we terug naar de bel 20 voor de afgelopen 4 jaar. Kijk, dit down-signaal in juni 2018 werd gevolgd door 20% daling. Down-signaal hier, dit was de slechtste meimaand sinds de financiële crisis, 10% correctie. Down-signaal, daling. Down-signaal, beperkte daling. Maar dan dit, dit was de topvorming februari 2020. Dit tweede down-signaal eind februari 2020. Ik weet niet dat u zich nog herinnert wat er gebeurd is. Ik vermoed van wel, ik vrees van wel. Wel vanaf de piek tot de low een daling van 40%. Down-signaal, beperkte daling. Daling. Ook hier zien we daling. Ook hier zien we beperkte daling, maar dit was ook wel een serieuze correctie. En dan nu zitten we terug in een down-signaal. Kijken we naar de US, ik had het daarnet al verteld. De piek was op 22 november vorig jaar voor de Nasdaq. Hier, intraday piek, toch kregen we een down-signaal. Ondertussen zijn we 5 maanden en een half verder.
staat de S&P, de Nasdaq 24,2% lager en hebben we 5 maand een down-signaal gehad en 2 weken een up-signaal. Daarom heel belangrijk, neem een afwachtende houding aan en wees gewoon defensief. En waarom is het belangrijk? Wel, als u op 22 november en op 1 december nog aandelen had bijgekocht, tijdens dat down-signaal, dat had allemaal uitgemond in extra verliezen. En is het belangrijk dat u nooit koopt in een down-signaal? Wel, kijk gewoon eens terug naar de financiële crisis. De piek was 15 oktober 2007, de low was 9 maart 2009. Dat betekent een bedemarkt van 17 maanden. Nu gaat u met ons systeem geld verliezen? Wel, absoluut. Waarom is dat? Kijk, hier zit u in de markt, op de piek. 2 weken later een down-signaal. U blijft in de markt, maar u koopt geen aandelen bij. Als je dan aandelen door de stop-loss gaat, ja, de stop-loss gaat respecteren, dan gaat u op een bepaald moment grotendeels of volledig cash zitten. Maar hier koopt u nieuwe aandelen bij. We hebben een nieuw up-signaal, tot hier. Down-signaal, u stopt met kopen. En hier zal alles grotendeels of volledig door de stop-loss zijn gegaan. Als u dan de discipline hebt om niet bij te kopen in een down-signaal, we hebben hier stijging, maar u merkt het, geen nieuw groen driehoekje, dan ziet u hier grotendeels of volledig cash als de beurzen helemaal in elkaar klappen. We hebben hier in januari een nieuw up-signaal, bleek een vals signaal te zijn, een nieuw down-signaal, derde finale daling van de bedemarkt van de financiële crisis. Dus ja, u gaat met ons systeem geld verliezen, maar ik denk dat u uw verliezen wel gaat beperken als u zich houdt aan het systeem. En dat is niet kopen tijdens een down-signaal en uw stoploss respecteren. En wat gebeurt er dan? Wel, hier hebben we 5 maanden een down-signaal. Van 1 november 2007 tot begin april 2008. Dan hebben we nog eens een down-signaal van 11 juni 2008 tot 7 januari. Dat is bijna 7 maanden. Dat is dus hier 7 maanden dat u geen aandeel koopt. We hebben dan een kortstondig up-signaal gehad en dan een nieuw down-signaal tot aan de low. En dat was hier. 2 maanden terug down-signaal tot aan de low. We kregen dan eind maart 2009 een nieuw up-signaal. Dat was het begin van een jarenlange stijging. Dus er komen altijd opportuniteiten. Altijd. Maar 14 van de 17 maanden kocht u geen enkel aandeel dankzij ons systeem. En zo vermijdt u bijkomende verliezen en u zal automatisch cash opbouwen als u de stoploss respecteert. Ik heb het tot nu toe enkel gehad over kopen. Up-signaal, u koopt. Down-signaal, u stopt met kopen. Wanneer gaat u verkopen? Dus niet omdat we in een confirmed call-down gaan, maar wel als aandelen door de stoploss gaan. Want stel het zijn zijwaarts bewegende markten, en u zou bij een down-signaal alles liquideren, en ja, zijwaarts bewegende markten, dat betekent vanaf dan begint alles weer 2 weken te stijgen, op die moment gaat u telkens ja, op het verkeerde been gezet worden. Dus als we een crash zouden krijgen, ja, dan bent u natuurlijk beter dat u alles meteen had verkocht. Het probleem is dat u nooit op voorhand weet wanneer komt die crash. Dus wij zeggen, enkel verkopen als het aandeel door de stoploss gaat. Wat gaat men u aanraden? Mensen uit de financiële wereld, wat gaat men u aanraden? Wel, men gaat zeggen, je kunt de beurs niet voorspellen, dus koop iedere maand voor een bepaald bedrag aandelen. Met het eerste gedeelte ben ik akkoord. Je kunt de beurs niet voorspellen. Met het tweede gedeelte ben ik niet akkoord. Want als u iedere maand aandelen koopt, dan gaat dat in echte crashes alleen maar uitmonden in bijkomende verliezen. Volgt u ons systeem, dan kocht u 14 van de 17 maanden niet tijdens de financiële crisis. Oké. Ik heb u uitgelegd hoe dat je de confirmed calls moet interpreteren. Maar hoe komen ze nu tot stand? Wel, de call card begrijpen is een must. Waar kan u de call card terugvinden? Als u inlogt in Vectorvest, Europa of USA, maakt niet uit, of een andere database, en u gaat naar het tabblad Home, dan ziet u hier de call card.
in mijn journaals. En u kan ten allen tijde mijn journaals altijd opvragen. Hoe doet u dat? Workshops en webcasts. En dan scrolt u naar beneden en bij webcast ziet u bijvoorbeeld hier het journaal, het laatste dateert van 24 april. En in dat journaal daar ga ik altijd als eerste de CollarGuard bespreken. Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat u de huidige situatie begrijpt. Dat u kan inschatten, oké, hoe zijn de markten eraan toe? U ziet veel rode en gele vakjes, dat is dus geen goed teken. Idealiter, hoe meer groen, des te beter. Ja, het groen is op dit ogenblik helemaal verschwunden, dus u ziet niets van groene vakjes. Welke kolommen zijn er eigenlijk belangrijk? Wel drie kolommen. De kolom Price, de kolom BSR en onze fameuze Confirmed Calls Up of de Confirmed Calls Down. Dus de laatste kolom, de calls. Ik ga ze u uitleggen. We hechten dus heel veel belang aan de trend van de markt. U zou kunnen zeggen, kijk naar de Dow Jones, naar de Nasdaq, naar de S&P. Dat doen we dus niet. Waarom niet? In de Nasdaq zitten 100 aandelen. In de Amerikaanse database zitten 9216 aandelen. Wat doen we nu? We nemen al die Amerikaanse aandelen, de kleine centjes aandelen, die halen we eruit. En we nemen hier een rekenkundig gemiddelde van. En dat rekenkundig gemiddelde van al die aandelen, dat is onze eigen index. De Vector Vest Composite. $56.68. Die 56,68 kan u ook terugvinden in de eerste kolom van de CollarGuard. U ziet hier Price, dat betekent dus, dit is onze eigen index. En we gaan die gebruiken om de trend van de markt te herkennen. One day doesn't make a trend, dus we kijken altijd naar de trend, telkens op weekbasis. De volgende belangrijke kolom is BSR. BSR staat voor Buy to Sell Ratio. Ieder aandeel heeft een aanbeveling. Buy, sell of hold. Wat doen we nu? We nemen het aantal buys, we delen dat door het aantal sells en dat is de buy to sell ratio. Huidige situatie, 673 buys, 4374 sells. Dat geeft een buy to sell ratio van 0,15. Waarom is dat nu belangrijk? Wel, Vectorvest zegt, in een gezonde markt heb je meer buys dan sells. In een gezonde markt is de buy-to-sell ratio met andere woorden hoger dan 1. Ik heb het nog eens samengevat voor u op een slide. Dus de eerste kolom, de price, dat is onze eigen index. En die gebruiken we om de trend van de markt te herkennen. En het snelste signaal, trendsignaal dat we hebben, is telkens op weekbasis. De volgende kolom die belangrijk is, is de kolom BSR. Staat voor buy-to-sell ratio. Het aantal buys in de database ten opzichte van het aantal aandelen met een sell. In een gezonde, een stijgende markt heb je meer buys dan sells. Hoe kan je nu een confirmed call up krijgen? Wel, dan moet er aan twee voorwaarden worden voldaan. De eerste voorwaarde, dat is onze eigen index. Die moet 2 keer 5 opeenvolgende dagen stijgen. Met andere woorden, 10 november moet hoger zijn dan 3 november. 3 november moet op haar beurt hoger zijn dan 27 oktober. Dit is gebeurd 5 dagen nadat Biden werd verkozen. 53,86 is hoger dan 51,34. En op haar beurt is 51,34 hoger dan 51,30. 2 keer 5 op een volgende dagen stijging van onze eigen index. De tweede voorwaarde voor een confirmed call-up. Daarvoor kijken we naar de buy-to-sell ratio. Die moet hoger zijn dan 1, want in een stijgende markt, in een gezonde markt, zijn er meer buys dan sells. Dat is dan ook de tweede voorwaarde voor een confirmed call-up. U mag 3 keer raden hoe dat we een confirmed call-down krijgen. Wel net het omgekeerde natuurlijk. 2 keer 5 opeenvolgende dagen daling van onze eigen index. En een buy-to-sell ratio lager dan 1. Dat kregen we toen eind februari 2020. En toen, ik moet daar geen tekening bij maken. Hè. In maart volgde de echte crash van de index naar aanleiding van de lockdown en het uitbreken van de wereldwijde pandemie.
Kijk, wij kunnen de beurs niet voorspellen, maar wij hechten heel veel belang aan de trend. Iedere crash is begonnen met een dalende trend. Een trend om een keer waarbij de markten begonnen te dalen. Als dat 2 weken gebeurt, dan zeggen wij gewoon, oké, neem een afwachtende houding aan. Daartegenover, iedere lange stijging, stiermarkt, is begonnen met een kortere trend om een keer met een stijgende markt. En door u gewoon te zeggen van, kijk, wij kunnen de beurs niet voorspellen, maar koop, zet uw cash aan het werk bij een confirmed call op en wees defensief bij een confirmed call down. Op die manier proberen wij u een houvast te bieden door de grootste beleggersvijand uw emoties uit te schakelen. Nu wil ik de sfeer niet verpesten, maar dit is de huidige situatie vandaag. En dat is USA, Europa, UK, Canada, Australië, allemaal confirmed calls down. Is dat nu een ramp als u op dit ogenblik een proefabonnement hebt? Wel nee, eigenlijk totaal niet. En waarom niet? Wel, idealiter leert u de software kennen tijdens een down-signaal. Stel dat we nu moeilijke tijden tegemoet kunnen komen. Het zou zomaar kunnen. We hebben een inverted yield gehad, wat toch vaak, niet altijd, maar vaak leidt tot een recessie. We hebben de oorlog dicht bij huis. We hebben zeer hoge inflatie. We hebben stijgende rentevoeten. Er is vrees voor stagflatie. God, problemen genoeg. Voorraadproblemen. Dus miserie genoeg eigenlijk rondom ons. Nu moet dat zeggen dat je alles moet gaan verkopen. Dat zeggen wij ook niet. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn. En dat is bij een down-signaal nooit kopen. Eventueel uw portefeuille beschermen. Sommigen doen dat met opties. Sommigen gaan toch wat winst van tafel halen. Dus dan moet je zelf zien, hoeveel is uw cashpositie, is dat belangrijk voor u? Wat we vooral aanraden, bij een down-signaal niet kopen en uw stoploss respecteren. En zo bouw je automatisch cash op. Nu, voor de mensen die een proefabonnement hebben, je zou kunnen zeggen, oké, maar 60 dagen moet ik dan toch niet volop kopen. Nee, leer de software kennen. Ga eens kijken hoe heeft alles gewerkt in het verleden. Ga op zoek naar kwaliteitsaandelen en begin die op te volgen zodanig. Stel dat die helemaal afgestraft worden, stel dat we echt nog aanzienlijk lager gaan, maar we krijgen een upsignaal dat u toch wel klaar zit om eventueel aandelen in portefeuille te kopen, dat uw huiswerk klaar is, dat u de software kent tegen de dag dat we een confirmed call up krijgen. Nu, we hebben 4 soorten beleggers. Voorzichtige beleggers, conservatieve beleggers, agressieve beleggers en de speculatieve beleggers. Tegen de conservatieve en de voorzichtige beleggers zeggen wij, koop niet in een confirmed call down. Maar bent u een agressieve belegger, een speculatieve belegger, dan zou u kunnen zeggen, goh, dan bent u eigenlijk het type dat wel wat bereid is om wat meer risico te nemen. Want het zou zomaar kunnen dat we lange periode in een confirmed call down zitten, maar zoals u wel weet zijn er altijd sectoren die het goed doen, ook tijdens een confirmed call down. We hebben dus 41 sectoren, die worden onderverdeeld in 222 industrieën en die worden onderverdeeld in 9200 aandelen. Nu, de Nasdaq is bijvoorbeeld 24% gedaald sinds 22 november. Technologie, dat is niet the place to be, om het zo maar te zeggen. Maar er zijn wel een aantal sectoren die wel hot zijn. Bijvoorbeeld petroleum. We merken het allemaal als we gaan tanken. Petroleum, afgelopen maanden helemaal door het dak gegaan. Maar ook paper en utility doen het niet slecht. RT is onze eigen momentumindicator op een schaal van 0 tot 2. En zo kan je gaan kijken, oké, welke sectoren hebben toch op dit ogenblik een positief momentum. Dat is vooral voor de agressieve belegger, voor de mensen die ook wat speculatief zijn. U loopt meer risico door te kopen in een down-signaal. Waarom? Wel, 2 weken geleden stond steel nog bovenaan, samen met petroleum, heel hoog momentum. Maar de afgelopen 2 weken hebben de staalaandelen een serieuze klap gekregen. Dus u ziet het, als u gaat kopen in een down-signaal, dat mag, ieder moet dat voor zijn eigen beslissen, maar u loopt wel altijd meer risico. Wat zijn de sterkste industrieën? Wel, de industrieën die worden ook gesorteerd op relative timing. En daar zien we petroleum, US royalty. Dat is de industrie met het hoogste momentum. Maar ook periodicals, media, ETF short, dat gaat u niet verbazen. Petroleum drilling.
Dat zijn allemaal industrieën die op dit ogenblik de wind in de zeilen hebben. En als u bereid bent om risico te lopen, zou u kunnen zeggen, oké, het is een downsignaal, ik mag eigenlijk niet kopen, maar ik ga kijken naar industrieën die toch wel hot zijn en daarvan profiteren, om daar bijvoorbeeld proberen mee te surfen. Nu, als je dat doet, zou ik zeggen, respecteer toch bijvoorbeeld een trailing stop loss, zodanig als ook in deze industrieën of sectoren de trend keert naar neerwaarts, dat u zo uw winsten kan veiligstellen. Voilà. En tot zover, wanneer kopen en wanneer niet kopen. Nu is het natuurlijk zaak om de juiste aandelen in portefeuille te nemen. Nu, iedere belegger is anders. U kan een dividendbelegger zijn, groeibedrijven, bottomfishing, shorten. Dus iedere belegger is anders. U gaat aandelen selecteren op basis van onze eigen indicatoren. En we hebben 5 indicatoren om aandelen te analyseren. 2 fundamentele, 2 technische en 1 master indicator. Nu, voordat we die 5 indicatoren gaan bekijken, is het belangrijk dat u eerst eens naar de value kijkt. Als u in de VectorVest software gaat naar viewers, u klikt vervolgens op stockviewer, ik ga bijvoorbeeld top 10 zetten, dan zal u zien dat naast de koers van het aandeel dat de value er staat. Nu, wat is de value? Wel, de value is de intrinsieke waarde die VectorVest op een aandeel kleeft. Hoe komt die tot stand? We kijken naar de verwachte winst per aandeel. We kijken naar de verwachte winstgroei van een bedrijf, maar we kijken ook naar de meest recente kwartaalresultaten. Logischerwijze zal de value stijgen als alles met betrekking tot earnings stijgt. Maar ik weet niet dat u al, als u langer abonnee bent, dat het u is opgevallen dat er eigenlijk bij redelijk wat aandelen de value aan het dalen is. En hoe komt dat? Wel, de value houdt ook rekening met inflatie en met rentevoeten. En de inflatie en de rentevoeten, dat gaat natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Inflatie, 8% in de US. Rentevoeten, 10-year treasury, zit rond de 3%. Kan u eigenlijk ook makkelijk volgen in VectorVest. Ik laat u zien hoe. U gaat naar de tabblad Views. Dat is eigenlijk onze dagelijkse nieuwsbrief. En in het weekend heb je altijd een uitgebreide Views. En in het weekend geeft VectorVest dus een update over inflatie en de 10-year treasury. En wat zien we? De CPI inflation voor april was dat 8,5%. Dat is dus zeer hoog. Inflatie beschouwen wij of bekijken wij ook op een schaal van 0 tot 2. Onder de 1 is negatief. En wat zien we? De CPI inflation is 0,8. CRB inflation is 0,5. Dus inflatie, zeer slecht, is hoog, is niet positief voor de markten. De 10-year treasury, die ziet u hier, die bedraagt 3,05. Op een schaal van 0 tot 2 is dat 0,20. Dus ook dat is heel zwak. Nu, dat is de reden waarom u bij veel aandelen de value ziet dalen. Kijk, alles met betrekking tot winst, dat zit nog wel positief. Maar stijgende inflatie, stijgende rentevoeten, dat is minder goed nieuws. En dat zorgt ervoor dat we bij veel aandelen de value zien dalen. Misschien nog een kleine tip. Die 10-year treasury die kan u volgen. U gaat naar viewers, stockviewer, u tikt gewoon TNX in. Dat is de 10-year treasury. En dan ziet u hier dat die helemaal door het dak gaat als u zich afvraagt waarom de Nasdaq klappen krijgt. Wel, dit is natuurlijk de reden. Dus u zou kunnen kijken naar de value van aandelen. Dat is de intrinsieke waarde die VectorVest op een aandeel kleeft. Dat is een heel mooi aandeel, vind ik persoonlijk. United Health voldoet bijna aan alle parameters die ik belangrijk vind. Dit is de grafiek op 5 jaar, van 2017 tot nu. Nu, als ik de grafiek erbij zou nemen van 2012 tot 2017, dat is eigenlijk een soortgelijk verhaal. Dat is ook een aandeel dat ik destijds op de fundamentele analysedag in Mechelen heb van de VFB voorgesteld, omdat het zo'n goede fundamentals heeft. Al 10 jaar, eigenlijk al 20 jaar. U mag eens een gok doen, de mensen die live kijken. U mag eens een gok doen hoe dit aandeel gepresteerd heeft
20 jaar. Zet het in de chat. United Health. Oké. Ik heb Danny, die zegt 800%. Ik heb Jonas, die zegt 1200%. Julien zegt 1400%. Oké, we gaan eens kijken. Op 20 jaar United Health. Van 8 april 2002 tot 8 april 2022 United Health. Plus 2733%. De S&P afgerond plus 300%. U begrijpt dat ik een fan ben van buy and hold. Alleen, zeg ik er wel bij, buy and hold, zolang er geen slecht nieuws is bij het bedrijf. Slecht nieuws is bedrijfsnieuws volgen, kwartaalresultaten volgen, etc. Maar bij topbedrijven, daar ben ik wel een beetje fan van buy and hold. Oké. United Health is al heel lang een heel mooi aandeel. Alleen, wat zien we nu? Dus de laatste 5 jaar is het gestegen van 174 naar 499. En we zien dat het aandeel 10 jaar ondergewaardeerd is, want die witte lijn hier, dat is de value. Het aandeel is al 10 jaar ondergewaardeerd, alleen vandaag. Voor het eerst in 10 jaar is het aandeel overgewaardeerd. Dus als u het heeft, het lange termijn koerspotentieel is toch positief, maar het is wel overgewaardeerd. Dus toch een beetje opletten. Het is al fantastisch rendement, dus op 20 jaar 2700%. Altijd bijna ondergewaardeerd geweest, alleen nu overgewaardeerd, dus wel een beetje opletten. Als u aandelen gaat selecteren op basis van de value, overweeg dan aandelen die al jaren ondergewaardeerd zijn, of aandelen waarbij je de value ziet uitbreken. Via de zoekmachine, de Unisearch, kan u makkelijk alle aandelen op uw scherm krijgen, waarbij bijvoorbeeld de value, de intrinsieke waarde, het afgelopen half jaar met, zeg maar iets, 20% is gestegen. Kijkt u naar de modelportfolio's. Ik heb er zelf 4 in Europa. De 4e vind ik persoonlijk de beste. Daar kom ik in deel 2 op terug. Maar bijvoorbeeld, modelportfolio 1. In Europa 188% winst sinds 2015. Wat is daar een van de parameters? Wel, geef mij alle aandelen waarbij de intrinsieke waarde met minstens 20% is gestegen in het laatste half jaar. Als u dan op details klikt, gaat u een browser openen. En dan kan u gaan kijken, oké, die search, dat heet Tom's Value Breakout. Dus dit zijn dan de parameters. En dan kan u die gaan opzoeken in de zoekmachine. Als u die search zelf niet terugvindt, mail ons gewoon op belgium@vectorvest.com. En dan gaan we wel een filmpje maken waar u die search makkelijk kan terugvinden. Wat zit er in Vectorvest? Fundamentele analyse. Niet alles. Gedeeltelijk fundamentele analyse. Er zit ook de 11 meest populaire traditionele technische indicatoren. Dus destijds heeft Vectorvest beslist, oké, van kijk, dit zijn de, want je hebt talloze technische indicatoren, dit zijn de 11 meest populaire en die zetten we erin. Stochastics, Bollinger Bands, Unbalanced Volume, RSI, MACD, Support Resistance, etc. Wat doen wij nu? We kopen de data bij Factsets en gaan die verwerken in eigen indicatoren. 5 eigen indicatoren op een schaal van 0 tot 2. Waarom? Wel, heel eenvoudig. Hè? U kan onmogelijk alle 18.500 aandelen zelf gaan analyseren. Daarom, ook mensen zonder financiële achtergrond kunnen perfect met Vectorvest werken. En we beginnen eerst met de 2 fundamentele indicatoren. Daarnet had ik het over de value. Persoonlijk ben ik veel meer een grote fan van, inderdaad, de relative value. De relative value, het lange termijn koerspotentieel van een aandeel. Ik weet niet dat iemand dit aandeel in portefeuille heeft. Ik vraag dat dan op iedere workshop. Ik heb toch hier en daar een aantal abonnees gehad die AutoZone in portefeuille hebben. AutoZone, heel mooi bedrijf, verkoper van auto-onderdelen. Enigste gevaar, moet u misschien wel in het achterhoofd houden, ze kopen gigantisch veel, maar gigantisch veel van hun eigen aandelen op. Dat zorgt voor een negatief vermogen. Dat is goed, zolang alles goed gaat met het bedrijf. Als er wat begint mis te lopen met het bedrijf, is dat natuurlijk niet zonder risico. Maar ze hebben een heel sterk track record. AutoZone, kijk hier,
afgelopen 13 jaar, dus van april 2009 tot april 2022, plus 1213%. Hoe ziet dat er op een grafiek uit? Wel zo. Heel mooie stijging hier. En dan, 2017 zien we een trend ommekeer. Heeft dat iets te maken met dalende beurzen? Nee, want 2017 was geen slecht beursjaar. Hoe komt dat dan? Wel, hier kondigde Amazon aan dat ze ook auto-onderdelen gingen verkopen. Paniek in de tent, niet alleen bij AutoZone, maar ook bij O'Reilly, andere aandelen, bedrijven uit de autosector, enfin, de retail van de onderdelen van auto's. In heel die sector was er paniek. Dat bleek onterecht te zijn. Want ook al begon Amazon ook auto-onderdelen te verkopen, u zegt het had geen impact op de groei. En de groei is dan bijvoorbeeld een AutoZone, een O'Reilly, is ook een interessant bedrijf, zeker ook eens bekijken, heeft heel goede fundamentals volgens Vectorvest. En dat zien we dan ook hier, eind midden 2017, terug beginnen stijgen. En dan hier de coronacrash. En sindsdien een geweldige rally naar boven. Valt ook op dat het aandeel in die 13 jaar niet al te dikwijls op cel is gesprongen met corona dan. Dan hier 2018 en dan hier dat nieuws van Amazon in 2017. Ik kan altijd zeggen, dat is heel leuk die grafieken, maar had ik dat toen kunnen zien aankomen? Wel, kijk hier. Dit is de relative value. Die groene lijn is niet 1, maar 1,25. En wat zien we 13 jaar geleden? Breekt dat hieruit van 1,30 naar 1,55. Als u zoiets ziet gebeuren, een relative value die uitbreekt, wees alert. Ja, dit was echt wel een ongelooflijk instapmoment toen aan ongeveer $200 à $250. Nadien hebben we 2011 een diep gehad. Maar een diep is relatief, want het laagste wat u hier ziet is 1,10. En dus al die jaren boven de 1,25 tot als Amazon ermee begon, dan is dat terug hersteld tot in het corona-lockdownjaar. En ook vandaag nog, zwaar ondergewaardeerd, mooie relative value. Het staat natuurlijk hoog. Dus stel dat de markten echt in elkaar zouden klappen, want we zien toch wel dat heel veel aandelen al gecrashed zijn. Technologieaandelen zie je een echt slagveld, maar de indexen staan nog vrij hoog. Dus stel dat de indexen, de Dow, wat is het? Ik heb nu niet meer gekeken de laatste dagen, maar ik denk min 10, S&P min 13 vorige week, toch ergens? Dus de indexen staan nog vrij hoog. Stel dat de indexen zwaar onderuit gaan, dan zal AutoZone misschien ook mee onderuit gaan. En ik hoop altijd van harte dat u de software gebruikt om kwaliteitsaandelen op uw radar te hebben. Ik hoop ook altijd dat u een gezonde cashpositie heeft, zodanig als we een crash krijgen zoals in maart 2020, dat u toch altijd cash heeft om dit soort topbedrijven, om die dan toch eens grondig te bekijken en van zodra de markt dan terug begint te hernemen, om die dan eventueel in portefeuille te nemen. U kan aandelen gaan sorteren op basis van relative value. Kijk dan vooral naar aandelen waarbij de relative value al lange tijd hoog noteert of waarbij u de relative value ziet uitbreken. En dan de relative safety, onze tweede indicator. Op basis van fundamentele analyse, dat is een ijzersterke indicator, ideaal voor beleggers die vooral op middellange termijn en lange termijn beleggen. Kijk, de afgelopen 12 jaar heeft die in Europa 12 keer beter gedaan dan de DAX, puur buy and hold. In Amerika 11 keer beter dan de S&P, puur buy and hold. Dit jaar iets ander verhaal. We gaan daar niet flauw over doen. In Europa, pas op, in Europa doen we nog altijd beter dan de DAX. Nu, de DAX is wel dit jaar wel zwak bezig, maar tot anderhalve week geleden had ik nog eens gekeken. Buy and hold, 3% minder zwak dan de DAX. Nu, de BEL 20 doet het dit jaar dan weer beter dan de DAX. Anderzijds, op lange termijn, de laatste 10, 12 jaar, zat u veel beter in de DAX dan in de BEL 20 of de Eurostoxx 50. Dus dit jaar nog beter buy and hold dan de DAX. Of minder slecht, dat is misschien beter. In USA is het een ander verhaal. En waarom is dat? Wel, in USA hebben we een paar aandelen die echt wel klappen hebben gekregen die op 1 januari nog hoog stonden. Ik ga een paar voorbeelden geven. En
Dit jaar, van 1 januari tot nu, buy and hold minder goed dan de S&P. Natuurlijk, u was langs de ene kant wel ingedekt, want ik zeg altijd 1 januari, maar dat is als voorbeeld voor niet-abonnees. Waarom niet-abonnee? Als ik zeg koop een confirmed call op, dan weet hij natuurlijk niet waar ik het over heb. Dus zeg ik tegen nieuwe abonnees, oké, kijk, ieder jaar 1 januari kopen we de top RS-aandelen en we gaan kijken, buy and hold, doen we beter of slechter dan de S&P? Laatste 12 jaar, 11 keer beter dan de S&P. Dit jaar niet. Nu natuurlijk tegen mijn abonnees zeg ik, koop niet op 1 januari, koop bij een confirmed call op. Want we zitten natuurlijk al sinds 22 november tot vandaag, op 2 weken na, onafgebroken in een confirmed call down. En in een down-signaal mag u niet kopen. Nu goed, stel dat je toch kijkt van 1 januari, wat is er gebeurd? We gaan eens kijken naar D.R. Horton. Het is mijn overtuiging dat dit het beste aandeel is in de huizenbouwers. Dat is persoonlijk, een persoonlijke mening. Maar in een omgeving van stijgende rentevoeten, en zeker in de US, korte termijn rente op 2 jaar staat al op 3%, wil je echt niet in huizenbouwers zitten. Dit aandeel is al bijna 40% gedaald omwille van die stijgende rente. Kan het nog veel erger? Wel, ik weet, de bubbel van de huizenmarkt in Amerika in 2005 was de piek. En ik heb het in mijn vorig journaal laten zien. We zijn toen van boven de 40 naar $4 gegaan. 90%, niet alleen voor D.R. Horton, maar voor heel veel huizenbouwers. Dus pas op bij stijgende rente. Ik ben er iets te vroeg uitgegaan, uit mijn huizenbouwers, maar goed, beter iets te vroeg eruit dan te lang te blijven zitten. Natuurlijk, dit aandeel stond wel in de top RS begin dit jaar. Dus dat zorgt voor problemen. Facebook zaten we ook toch wel mis op in die zin. Hier waren die resultaten. Dus op 1 januari stond het vrij hoog qua relative value, relative safety. We hebben een klap naar beneden gehad op kwartaalresultaten. Dus ja, dat zorgt natuurlijk dat ons rendement dit jaar van die top RS-aandelen niet goed is met D.R. Horton, met Facebook en straks ook nog eens met EPAM. Nu, ik heb wel nog eens gekeken op de kwartaalresultaten hier eind januari. 95% van de analisten hadden een buy of een strong buy. Dus ik mag daar wel zeggen dat iedereen er echt wel naast zat. Ja, bij ons stond het hoog bij de safety. Het heeft natuurlijk een geweldige klap gekregen. En dan dit verhaal. Dit is wat mij betreft onterecht zo afgestraft. Dit is een aandeel, een geweldig aandeel, dat ik in een aantal jaren van 70 naar 700 heb weten stijgen. Zeer, zeer sterk aandeel. Maar dan, op de piek, eerlijk is eerlijk, het was veel te duur. Kijk, vorig jaar was hier de piek, hadden we rechts een price-earning van 70. Rente is beginnen stijgen. Tot 1 januari stond het nog altijd vrij duur gewaardeerd. Het was toen al op sell, dus je ziet wel dat het hier op sell stond. Dus u had er hier al uit geweest aan $579. Maar goed, stel dat u was blijven zitten. Wat is er gebeurd? Kijk, hier had het last van die stijgende rentevoeten. Nog altijd een price earning van 40. Het stabiliseerde wat. Maar dan is Poetin Oekraïne binnengevallen. En het probleem is, EPAM Systems is financial software. Ze hebben salesmen overal over de wereld, maar de helft van hun personeel zijn programmeurs. En die wonen en werken allemaal in, u raadt het al, Oekraïne. Als er één land is waar je natuurlijk niet wilt wonen, dan is het natuurlijk de afgelopen maanden Oekraïne geweest. Dramatische gebeurtenissen, ook voor EPAM, al haar personeel zaten daar. Maar wat heb ik toen gezien? Ik heb EPAM terug voorgesteld in mijn journaal op 6 maart. En waarom was dat? Kijk, 4 maart was het aandeel gedaald van 700 naar 198. Ik heb het dan fundamenteel bekeken. 1,4 miljard cash. 47 miljoen schulden. Financieel extreem gezond. Wat is er hier gebeurd? Een gap naar boven. Van 595 naar 700. Op het nieuws dat EPAM in de S&P wordt opgenomen december vorig jaar. Dus dat betekent dat het niet het eerste, het beste bedrijf is. Een zeer sterk bedrijf,
dat 75% daalt met zo'n goede fundamentals, ja, dat wekt mijn interesse op. Ik heb het dan voorgesteld. Ik weet natuurlijk niet wat u gedaan heeft. Ja, van een aantal weet ik het, die gekocht hebben. Ja, we zijn nu van 200 naar 340 gegaan. Wat de toekomst brengt, weet ik natuurlijk ook niet. We zijn hier naar een gap omhoog gegaan. U weet dat openstaande gaps wel eens gesloten worden. Maar afgelopen donderdag, de S&P daalde met 5%. En dit aandeel is met 10% gestegen. Van 312 naar 346 op uitstekende earnings. Voor mij was het hier een no-brainer. Ik heb volop voor mezelf bijgekocht. Nu, ik moet zeggen, ik zat er al jaren in. Ik heb ook helaas de stoploss hier genegeerd. Dus, maar goed, daar komen we straks op. Stoploss is een persoonlijke benadering. Ik ben lange termijn belegger. Alles wat ik beleg is voor mijn kinderen. Dat is eigenlijk geld dat ik zelf niet nodig heb. Hier werd het opgenomen in de S&P. Ja, voor mij ijzersterk bedrijf. Ze zijn nooit onder de lat gegaan bij kwartaalresultaten. Maar zijn aandeel 75% daalt. Ik vergelijk het een beetje met BP en Transocean. Toen die, wanneer was dat? 2013? Met die olieramp in de Golf van Mexico. Als dat 50% daalt. Dat was ook een beetje overdreven toen in mijn ogen. Nu, BP was geen kwaliteitsaandeel. Dit was wel een kwaliteitsaandeel. Waarom? We hebben een verwachte winstgroei van 29% met toen een price-earning van 17. En wat blijkt, ze zijn volop aan het herlokaliseren. Hun omzet leidt er niet onder. Enkel alle omzetactiviteiten in Rusland hebben ze stopgezet. Wel, ze blijven gewoon gaan. En dan met een price-earning van 17 voor een groeibedrijf van 29%, dat net is opgenomen in de S&P. Ja, dit was voor mij echt een no-brainer. Wat de toekomst brengt, dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik bekijk dit altijd op 3 tot 5 jaar. Maar dit is dan een van die weinige opportuniteiten. Als je mij vraagt, zie je vandaag al opportuniteiten? Weinig, weinig. Dit was echt een opportuniteit. Ik zie er weinig, omdat ik veel zie die aandelen die al wel tikken hebben gekregen, maar die nog altijd duur staan. Ik kijk altijd, altijd naar de price-earning op 5 jaar. Zet de grafiek op 5 jaar, kijk naar de price-earning. En dan zie je van die heel mooie bedrijven als Costco, Accenture, die eigenlijk nog te duur staan. Kijken we dan een Adobe, die price-earning is al in lijn met de afgelopen 5 jaar. Maar toch nog, wees voorzichtig. De trend is echt neerwaarts, stijgende inflatie, stijgende rentevoeten. Ik ben overtuigd dat er fantastische koopjes aankomen als het zo voort blijft gaan. Maar het zou kunnen dat dat pas binnen 6 maanden is. Het zou kunnen dat dat pas binnen een jaar is, dat we echt een jaar, anderhalf jaar moeilijke periode gaan meemaken. Niemand weet het, maar wees altijd alert. Nu, waar wou ik naartoe komen? Dat volgens mij de relative safety nog altijd geschikt is voor de middellange termijn en lange termijn belegger. Let alleen op waarderingen. En die waarderingen zijn nu nog altijd duur. Want relative safety, dat zijn kwaliteitsaandelen. En die zijn altijd duurder genoteerd. Natuurlijk, alles wat duurder is, wordt afgestraft in een omgeving van stijgende rentevoet. Nu, de afgelopen 12 jaar 11 keer beter dan de S&P. Hoe komt dat? Aan wat hechten wij belang? Wel, we kijken altijd naar de debt-to-equity ratio. Het zal u niet verbazen, bedrijven met veel schulden die gaan het moeilijker hebben om zich te herfinancieren als die rente aan het stijgen is. We kijken vooral naar de evolutie van de omzet. We kijken naar de marktkapitalisatie. We kijken naar de dividendpolitiek van een bedrijf, waarbij u vooral moet kijken naar de payout ratio. Niet zozeer naar de yield, wat veel beleggers doen. Kijk naar de payout ratio. Heel veel bedrijven hebben in 2020 hun dividend moeten verlagen en schrappen. Wel, heel veel hoge RS-bedrijven hebben hun dividend kunnen handhaven en zelfs doen laten stijgen, ook in 2020. En tot slot, wat is het heel belangrijk? Wel, dat 9 op de 10 bedrijven met een hoge RS, als zij kwartaalresultaten rapporteren, dat zij beter doen dan verwacht. Hoe de koers reageert, daar heb je natuurlijk geen idee van. Daar heb je geen vat op. Maar voor mij heel belangrijk dat ik als belegger weet, oké, mijn bedrijven doen beter dan verwacht. Ik stelde dus op 11 april mijn webinar voor de VFB, stelde ik United Health voor.
Ja, 2700% gestegen op 20 jaar. Is dat niet gevaarlijk? Ja, want 3 dagen later hadden ze kwartaalresultaten. En toch gingen ze andermaal boven de lat en zetten ze andermaal een nieuwe all-time high weer. Dus geef de voorkeur aan bedrijven die een hoge RS hebben, want zij hebben de goede eigenschap van bijna keer op keer beter te presteren dan verwacht. Hoe moet je de relative safety nu beoordelen? Wel, ik zeg altijd: geef de voorkeur aan bedrijven met een safety hoger dan 1,20. Je hebt in de US meer dan 500 bedrijven met een relative safety hoger dan 1,20. Dus ik zou zeggen: keus genoeg. En dit vind ik ook een heel mooi bedrijf: Costco. Nu, het staat vandaag, voordat je morgen een order gaat inleggen, het staat vandaag nog altijd veel te duur. Het is een heel mooi bedrijf, maar het staat veel te duur. Het is nu afgelopen 2 weken wel al wat gedaald, want dit is wel de slides. Ik heb veel slides geüpdate, maar niet van Relative Safety ben ik persoonlijk vergeten. En dat is nog van 22 april, dat is toen van mijn eerste workshop. Die vond plaats op maandag 25 april in Brugge. Costco is sindsdien wel wat gedaald, maar het staat eigenlijk nog te duur. Wat is het? Het is een retailer. Eigenlijk een beetje zoals de Makro in goede tijden. Weet u nog, de Makro? U had een speciale kaart nodig, u moest lid zijn, dan kon u daar binnen bepaalde zaken gaan kopen tegen ja, groothandelsprijzen. Dus echt wel voordelige prijzen. Dus de retailer. Dan moet u eens raden hoe heeft hij gepresteerd ten opzichte van de Dow, de S&P en de Nasdaq. Wel, de Dow afgelopen 5 jaar plus 62, de S&P plus 80 afgerond, de Nasdaq plus 142 en die retailer, de Costco, plus 230%. Dus je ziet, ook niet-technologie kan op lange termijn beter presteren dan de Nasdaq, maar je moet wel goede fundamentals hebben. Hoe ziet dat er op een grafiek uit? Wel zo. Grafiek op 5 jaar, wat moet u opvallen? Het aandeel springt zelden op sell. In coronacrash, nee, dit is niet de coronacrash, excuseer, dit is februari 2021, was een heel mooi instapmoment. Corona zelfs niet op sell gesprongen. Eind 2018, 20% correctie van de S&P ook op sell gesprongen. Had u dit aandeel 5 jaar geleden in portefeuille kunnen hebben? Wel, 5 jaar geleden had het aandeel een relative safety van tussen de 1,35 en 1,40. Altijd op hoog niveau, klein diepje hier. Dit is 1,20, dus een klein diepje. En voor de rest bijna altijd hoger dan 1,20. Inderdaad. Costco roept Laurent in de chat. Kijk naar de evolutie van de omzet. Jaar in, jaar uit, ook in corona, rustig, mooi gestaag stijgende omzet. Kijk naar de marktkap, het is geen kleine, met een marktkapitalisatie van 253 miljard dollar. Wat maakt het verschil? Earnings. De laatste earnings, 3 maart. We verwachten $2,79, we kregen $2,92, oftewel 13 cent beter dan verwacht. Omzet steeg year to year plus 16% als ik mag afronden en was 390 miljoen beter dan verwacht. Via sites als Seeking Alpha kan u gratis gaan kijken, oké, dit bedrijf, hoe heeft dat in het verleden gerapporteerd? Beter of slechter dan verwacht? Geef gewoon boven de ticker in, klik op Earnings, scroll naar Earnings History en dan ziet u hier EPS en Beat Miss. En u zal zien, Costco de afgelopen 5 jaar is het 4 keer onder de lat gegaan. Dus 8 op 10. Meestal, de hoge RS-bedrijven gaan 9 op 10 boven de lat. Costco was het iets minder 8 op 10, maar uitstekende fundamentals. En u ziet de koers, ja, dat spreekt natuurlijk boekdelen. U krijgt er niet alleen een fantastische koerswinst bij, u krijgt er ook nog eens een mooi dividend bij. Is dat dividend houdbaar? Wel, $13 is de verwachte winst. Dit, de EPS, is de winst die wij binnen 12 maanden verwachten. En wat zien we dan? Bij Costco verwachten we $13 winst. Ze keren slechts $3,60 winst per aandeel uit. Dat betekent, stel dat zij getroffen worden door een zware recessie en dat die winsten zouden halveren naar $6,50. Dan nog kunnen zij perfect hun dividend handhaven. Ze kregen dus slechts 30% van de winst uit in de vorm van een dividend. Dat betekent dat er 70% in het bedrijf blijft
om verder te investeren of om ja, bijvoorbeeld oude overnames te doen. Dus een bedrijf met uitstekende fundamentals, alleen vandaag een beetje duur. De afgelopen 2 weken heeft het dus een klap gekregen. We staan nu $403. Maar de price-earning staat nog altijd vrij duur als je dat bekijkt op 5 jaar. Kijk naar dat dividend. Dat dividend met een payout-ratio van 30% is dus houdbaar. Maar kijk, sinds 2004, ieder jaar stijgt dat dividend. Wat moet je absoluut mijden? Relative safety bedrijven. Enfin, aandelen met een lage relative safety. Kent u Nirsterner? U heeft het hopelijk niet moeten verbannen uit uw geheugen. Want dat betekent dat u het in portefeuille heeft gehad. Dat is natuurlijk een dramatisch verhaal van 2011 tot nu. Van €95 naar €0,39. Kijken we naar de relative safety van Nirstar. In al die jaren nooit hoger gegaan dan 0,87. Dus dramatisch. Voilà, dat was fundamentele analyse, de relative value en de relative safety. Maar wij zeggen, niet alleen relative value, relative safety is belangrijk, ook technische analyse is belangrijk. En u kan dat op 2 manieren bekijken, die technische analyse. Eerst technische analyse op korte termijn. Inderdaad, de relative timing is het korte termijn momentum van een aandeel of van een index. Op een schaal van 0 tot 2, heel eenvoudig te begrijpen, onder de 1 is het momentum zwak, boven de 1 is het momentum sterk. Anthem, uit de healthcare sector, uit dezelfde industrie als United Health, Anthem heeft ook een mooi parcours afgelegd het laatste jaar. Van $380 naar $502. En wat zien we? Nasdaq piekte hier op 22 november. Anthem ging even mee onderuit. Maar dan, terwijl Nasdaq verder onderuit ging, heeft Anthem toch een mooi parcours afgelegd. Het is een heel jaar niet op sell gesprongen. Kijken we nu naar de relative timing van Anthem. En wat zien we dan? Afgelopen jaar, op een maand na, zat die relative timing altijd boven de 1. Wanneer aandelen verkopen? Wel, Vectorvis zegt, negeer de stoploss op eigen risico. Maar voor de stoploss krijg je een aantal waarschuwingssignalen. En die 2 van die belangrijke waarschuwingssignalen zijn het volgende. Eerste waarschuwingssignaal is, de relative timing gaat onder de 1, zoals hier is gebeurd. Maar u merkt het, het aandeel is niet op sell gesprongen. Een tweede waarschuwingssignaal is, als de koers onder het 40-daags SMA gaat. Dat is een tweede waarschuwingssignaal. En het laatste waarschuwingssignaal is natuurlijk, als het aandeel effectief op sell springt. Dan hebben we ook nog eens technische analyse op lange termijn. En dat krijgen we door naar de comfort index te kijken. Hoe krijg je een aandeel met een hoge comfort index? Wel, als een aandeel daalt en het herstelt altijd heel snel en het zet nieuwe highs neer, dan krijg je automatisch een hogere comfort index. Kijk, dit is Alpha Metallurg op 1 jaar. Op een jaar is dat aandeel gestegen van 15 naar $129 hier. En wat is er typisch aan? Als het daalt, zet het een nieuwe high neer. Daling, nieuwe high. Daling, nieuwe high. Altijd hetzelfde verhaal. Hier duurt het iets langer, maar nieuwe high. Daling, nieuwe high. Keer op keer opnieuw. En de vraag is, gaat hij dat nu natuurlijk opnieuw doen? Wat zeg ik dan tegen de abonnees? Wees alert als de comfort index door de 1,40 gaat. Wat is het slechtste dat u dan kan overkomen? U koopt en u koopt het aandeel net op de top en het begint te dalen. U hebt gekocht puur op technische analyse, zonder te kijken naar de fundamentals, gebruik bijvoorbeeld een trailing stoploss. Maar soms blijft het aandeel nog 9 maanden stijgen. Dit was juli vorig jaar. Koers was toen $24. We zijn van 24 gepiekt tot 155. Klap naar beneden. En de vraag is natuurlijk, gaat hem nieuwe highs neerzetten? Ja dan nee, dat is altijd de vraag. Bedrijven met een hoge comfortindex hebben de gewoonte van telkens nieuwe highs neer te zetten. Maar ergens ligt natuurlijk de piek.
Dus daar moet je op instellen dat je natuurlijk ook altijd het risico loopt om de topper te kopen. Maar u ziet hier was het aandeel altijd maar aan het stijgen met nieuwe highs. En u ziet die comfort index beweegt veel trager. Dus dat is technische analyse op langere termijn. Ik heb nog zo'n leuke op 2 jaar Antero Resources. Die gaat van $2 naar $32. Kijk hier. Stijging, daling, nieuwe high. Daling, altijd nieuwe highs. En ergens stopt het natuurlijk, maar soms kan het heel lang duren. Antero Resources, december 2020, ging hij door de comfort index van 1,40. Wat was de koers toen? $5. We zijn tot boven de 35 gegaan. Dus stel dat je absoluut wilt bodemvissen, dat is niet zonder risico, maar stel dat je denkt, oké, de markten zijn aan het overdrijven, ik denk dat een bodem is gezet, dan zou u kunnen overwegen, ik heb nooit gezegd dat je dat moet doen, maar u zou kunnen overwegen niet te gaan kijken naar de meest afgestrafte aandelen, want dat zijn vaak aandelen met zwakke fundamentals, maar u zou eens kunnen gaan kijken naar aandelen met een hoge comfortindex, die dan bijvoorbeeld ook nog eens goede fundamentals hebben. Toen ik op 6 maart dan EPAM Systems heb bestudeerd, een paar dagen ervoor, stond dat in de bottom fishing map jailbreak. In de map jailbreak staan extreem afgestrafte aandelen, vaak met zwakke fundamentals, maar als dan een EPAM system daarin verschijnt, dan denk ik in mijn eigen, en dan verder fundamenteel gaan bekijken. Dat kan dan wel interessant zijn. Tot slot hebben we de master indicator. De master indicator is een combinatie van relative value, relative safety en relative timing. Onthoud wel dat relative timing een zwaardere gewicht heeft dan die twee andere. Het is geen buy and hold. Ga niet de top 10 VST kopen, want wat is het gevaar? Kijk, dit is de top VST van een paar weken geleden. Allemaal een hoge RT. En u weet, de RT weegt zwaarder door in de masterindicator. Bijna allemaal een hoge relative value. Dus dat is heel goed. Maar kijk, 10 van de 14 aandelen hebben een RS lager dan 1,07. Ik mijt persoonlijk alles tot lager dan 1,20. Dus dit is niet zonder risico. Het zijn vaak bedrijven met een zwakke RS op zwakke resultaten die afgestraft worden. Dus dat is ideaal om te traden op korte termijn, maar wees alert als ze kwartaalresultaten hebben. Voilà. Wanneer verkopen? En dat is het laatste voor we een korte pauze inlassen. Wel, wanneer verkopen? Vectorvis stelt, negeer de stoploss op eigen risico. Natuurlijk, wat is die stoploss? Die stoploss is een combinatie van technische en fundamentele analyse. Eerst technisch. We kijken naar het 65-daags SMA van de slotkoers. Dat kan iedereen bepalen. Daar heb je dus Vectorvis niet voor nodig. Maar wat is de extra meerwaarde? Dat is die fundamentele analyse. De stoploss gaan we aanpassen op basis van fundamentele analyse. Als een bedrijf heel goede fundamentals heeft en die koers is aan het dalen, dan gaan we die stoploss omwille van die goede fundamentals naar beneden trekken. Het idee daarachter is van, oké, goede fundamentals, wij trekken de stoploss naar beneden, want dat is een goed bedrijf, wij willen dat dat bij u in portefeuille zit. Anderzijds, een zwak bedrijf, een aandeel met zwakke fundamentals, dat stijgt, ineens begint dat te dalen. Dan zeggen wij, oké, de stoploss, zwakke fundamentals, wij gaan die stoploss naar boven duwen. Want het idee erachter is, een bedrijf met zwakke fundamentals moet eerder op sell springen en een bedrijf met goede fundamentals moet trager op sell springen. Wat is daar het gevolg van? Wel dit. Ondex in 2 jaar 28 keer op sell gesprongen. Zwakke fundamentals, snel op sell. Kijk hier, Ondex. Relative value, relative safety. Altijd heel zwak. Tel al die rode celletjes. U ziet het aandeel springt hier op buy, dus ook aandelen met zwakke fundamentals kunnen op buy springen, omwille van het momentum. Maar het heeft zwakke fundamentals. Hier gaat het aandeel terug op sell springen. Daartegenover
Een bedrijf met uitstekende fundamentals, dat gaat zelden op cel springen. Ik heb hier een heel mooi bedrijf. Ik heb het eigenlijk nog nooit voorgesteld in mijn journaal. Het is een aandeel dat in 7 jaar slechts 1 keer op cel is gesprongen. Dus dat is ideaal voor de lange termijn belegger, die weinig naar zijn portefeuille wilt omkijken, die toch de markt met verven wilt kloppen. Kijk naar dit aandeel. Insurance, brokers. Brown & Brown heet het aandeel. De ticker is BRO. Dit is de grafiek, dat ziet u hier op 7 jaar. En wat ziet u? Een geweldige grafiek. 1 keer op cel in corona. Hoe komt dat? Kijk, hier. Dat aandeel beweegt zijwaarts. Straffer nog, het daalt en het daalt nog eens. Gegarandeerd dat het aandeel hier door het 65-daags SMA is gegaan. En toch springt het niet op cel. Waarom? Omdat het goede fundamentals had en heeft. Als een aandeel een hoge RV heeft, een hoge RS, een mooie verwachte winstgroei, dan gaan wij die stoploss naar beneden trekken. Idem dito hier, hè. Daling, zijwaarts, en toch zien we geen cel. Kijk hier, serieuze daling met die correctie eind 2018, geen cel. Dus, dat is de meerwaarde, denk ik, van Vectovest. Want als een aandeel op cel springt, ja, dan wordt u natuurlijk, komt u telkens in de verleiding, oei, moet ik het verkopen? Dus onthoud, goede fundamentals, die aandelen gaan minder snel op cel springen. Nu, moet je een stoploss gebruiken? Daar kunnen we uren over discussiëren. Maar eigenlijk blijft het een persoonlijke keuze. Ik heb mensen die zweren bij een stoploss. Ik heb er ander persoonlijk, ja, als lange termijn belegger. Ik ga nooit blind verkopen omdat een aandeel op cel springt. Ik ga wel altijd kijken waarom springt het op cel. Zijn het slechte kwartaalresultaten? In een stijgende markt, ja, dan is er bij mij een heel groot probleem tegenover, ja, het aandeel springt 1 keer op cel tijdens corona. Dan weet ik, ja, dat is hier marktsentiment. Dus je moet het eigenlijk een beetje zelf, ja, bekijken. Nu, Vectovest stelt, negeer een stoploss op eigen risico. Het hangt allemaal af van, onder andere, uw beleggingshorizont. Hoeveel procent cash heb je? Iemand die 100% in aandelen zit en geen cash heeft, die raad ik toch echt wel aan, volg de stoploss. Anderzijds, iemand die 40% in aandelen zit en 60% cash heeft, die zou kunnen zeggen, goh, die United Held, ik koester dat aandeel, want dat is zo'n mooi aandeel. Dus dat is eigenlijk heel persoonlijk afhankelijk van uw situatie. Springt een aandeel op cel terwijl de beurzen all-time highs neerzetten? Dat is voor mij een veel groter probleem, want ik weet, in een correctie, ja, springt alles op hold en veel op cel. Is het een kwaliteitsaandeel of is het een nierstarke dat op cel springt? Is de daling omwille van bedrijfsnieuws of is het een marktcorrectie? En ligt u 's nachts wakker van volatiliteit in uw portefeuille? Dus dat zijn een aantal punten die u zichzelf moet afvragen van ga ik verkopen? Ja, dan nee. Stoploss, dat staat vast, kan u veel miserie besparen. Kijk, Netflix stond hier 1,5 jaar op buy and hold, piekte rond de 700 en sprong hier op cel aan $567. Dus bijna 20% dan de piek sprong het op cel. Als u hier heeft verkocht, dan heb je deze klap op earnings gemist. En dan heb je deze klap op earnings ook gemist. We zijn op een half jaar van 700 naar $239 gedaald. Ik heb van deel 1 heb ik een pdf'ke. U kan me dat mailen. We gaan toch naar de pauze tegemoet. Dat is een heel basic document. Het is gewoon een pdf voor en achterkant van een A4'ke. Wanneer kopen, wat kopen, wanneer verkopen. Hetgeen we in deel 1 hebben gezien. Als u dat graag wenst, dan kan u ons mailen op belgium@vectovest.com. belgium@vectovest.com. Ik stel voor dat we nu 5 minuten pauze doen. Het is 10:41. 5 minuutjes pauze. Voor de mensen die achteraf kijken, blijf gewoon hier, want ik ga gewoon op stop recording klikken. Dus het gaat direct voort. Maar de mensen die live kijken, 5 minuutjes pauze. Het is 10:42. Dus om 10:47 hoor ik u terug voor deel 2. Goed, welkom terug iedereen voor deel 2 van de online workshop. Voor alle heren die kijken, het is vandaag Moederdag, vergeet het zeker niet. Ik ben net mijn plicht gaan doen, dus vergeet het zeker niet. Goed, deel 2. Wat gaan we doen?
Heel kort, Nederlandstalige ondersteuning, een overzicht van de komende workshops en webinars. En dan deel 2. Deel 2 is altijd iets anders. En we gaan nu een trektocht doen door Vectorvest. Ik heb dat al gedaan op 8 locaties. Ik vraag dan achteraf altijd aan de mensen van feedback. Wat is zo'n trektocht? Wel, dat betekent dat we allerlei aspecten van Vectorvest, dat ik die laat zien, zaken die anderen eigenlijk nooit aan het werk, aan bod komen. Ik krijg daar heel positieve feedback van. Laat ons zeggen dat 80% wenst een afwisseling van de trektocht en een strategie in deel 2. 10% wil uitsluitend trektocht en 10% wenst uitsluitend de strategie om te backtesten. Dus ik vermoed dat we in de toekomst een afwisseling zullen doen van de trektocht en een strategie. Ik kan u al zeggen, zo dadelijk... eind volgende week beginnen de eerste workshops alweer. De laatste reeks van workshops voor de zomerbreak. Dus zorg dat u er zeker bij bent, ofwel op locatie ofwel online. En in die workshop gaan we een dividendstrategie laten zien. Een dividendstrategie die een geweldig rendement behaalt sinds 1996. Met beurstax. Met beurstax behaalt hij voor België 16,9% compounded rate of return sinds 1996. Tot vandaag. In Nederland, zonder beurstax, is dat boven de 17%. U moet weten, dat is exclusief dividend. Dus dat komt er dan nog eens bij. Dus die ga ik voorstellen vanaf de volgende workshops. Ik geef u zo dadelijk de data van die workshops. Ik kan dat eigenlijk misschien al heel makkelijk met u overlopen. We gaan gewoon naar vectorvest.be/events, ofwel naar workshops en webcasts. En wanneer beginnen de workshops opnieuw op locatie? Dat is volgende week zaterdag in Eindhoven, dat is in de voormiddag. De week erna 17 mei in Geel en de week daarna Lummen, Mechelen. De week daarna Kortrijk, Gent, Brugge en Londerzeel. Dus ze zijn iets meer gespreid. Altijd afhankelijk van de locatie, van de beschikbaarheid van de zaal natuurlijk. Maar dus op korte termijn beginnen we er al aan in Eindhoven op 14 mei en in Geel op 17 mei. Registratie is altijd verplicht. Voor de mensen die online de workshop willen volgen, ja, dat is dus vandaag hier op dit eigenste moment. Ik kan u al zeggen, op zondag 5 juni, zondag 5 juni om 9:30 's morgens, zal de online workshop plaatsvinden. Goed. De webinars, wat zijn mijn komende webinars? Wel, vorige week zondag was het aan de slag met Vectorvest deel 1, deel 2, deel 3. Dat is gepasseerd, dus waarom staat dat nog op de slide? Wel, hierom. U kan die opvragen. Mensen die hun basiskennis nog eens willen opfrissen, of mensen met een proefabonnement, is die aan de slag met Vectorvest zeker een must. U kan die opvragen, vectorvest.be, workshops en webcasts. En dan ga je bij webcast kijken naar replay aan de slag met Vectorvest deel 1, deel 2 en deel 3. Volgende week hoort u mij op zondag 's avonds om 9 uur. Dan is het ter zake, dat is eigenlijk mijn Q&A. Dus vanaf midden komende week gaat u een mailtje ontvangen en kan u al uw vragen doorsturen. De week erna, 22 mei, is het journaal. En dan de week erna, ook op zondagavond, is het terug een Q&A. En de week daarna zijn we dan 5 juni, is het dus de online workshop. Al die data voor de workshops voor de komende, voor de zomerbreak en voor het najaar, ik ga je die allemaal doormailen. Daar gaan we nu niet bij stilstaan om toch een beetje tijd te winnen. Voilà. Dan gaan we naar de trektocht door Vectorvest deel 2. Daar moet ik even een andere PowerPoint erbij nemen. Voilà. Weet ook, mensen die allemaal live kijken naar de online workshop of mensen die 1 week na deze live sessie achteraf kijken, die ontvangen automatisch de slides. Nu stel dat u pas binnen 2 of 3 weken dit herbekijkt. Dat ga ik niet meer kunnen opvolgen. Dus dan moet u ons zelf mailen op belgium@vectorvest.com van kijk Tom, ik heb de online workshop gevolgd. Kan u mij de slides doorsturen? En dan ga ik dat doen. Oké. Deel 2. Puntje 1 en 2 is altijd hetzelfde, dus dat ga ik nu niet uitgebreid bespreken. U moet dat maar eens rustig lezen.
Puntje 3, dat is dus de trektocht door Vectorvest. Nu, zelf presenteer ik die workshop sinds 2015. Deel 1 is altijd de basis. Dat is voor nieuwkomers, mensen die hun basiskennis willen opfrissen. Ik probeer daar ook altijd een paar nieuwe aandelen toch in te steken, zodanig dat je misschien wat inspiratie opdoet. Ik heb nu ook de slides iets aangepast. Dus, maar goed, deel 1 is eigenlijk ja, de basis van Vectorvest. Deel 2, dat is eigenlijk wat meer voor gevorderden. Het is voor mij altijd een evenwichtsoefening voor de talrijke abonnees die al jaren klant zijn bij ons, tevreden te houden. Dat doe ik in deel 2. Maar deel 1 is natuurlijk voor de mensen die nieuw zijn. Dus het is een beetje een evenwichtsoefening tussen de nieuwkomers en de gevorderden. Dus deel 2 is voor de gevorderden meer, maar ook nieuwkomers raad ik toch aan van dat deel 2 te kijken. U gaat misschien niet altijd kunnen volgen, maar op die manier gaat u wel al een idee hebben. Wat kan u allemaal met Vectorvest doen? En meestal gaan we strategie opbouwen en die backtesten. En dan, dat is soms wel ja, dat we heel diep gaan, hè. We gaan backtesten met 50 stoplosses, met verschillende marktsignalen. En dan zie ik nieuwkomers toch wel even ja, het moeilijk hebben om nog te volgen. Alle begrip daarvoor. Nu, wat gaan we vandaag doen? Vandaag gaan we een trektocht door Vectorvest doen. Misschien gaat dat ook wat moeilijk zijn. Misschien bepaalde dingen zeker ook makkelijk. Maar zaken die volgens mij wel belangrijk zijn, dat u die kent. Of dat u weet dat ze mogelijk zijn. En dus ik raad nieuwkomers toch ook zeker aan om op te blijven kijken, want ik denk dat u een aantal heel interessante dingen gaat leren. Nu, wat was de bedoeling? De bedoeling was, normaal gezien, als ik een strategie backtest, dan krijgt u altijd de slides. Nu, vandaag ga ik allerlei zaken laten zien. Dat kan ik heel moeilijk met slides. Dus de bedoeling is dat ik u achteraf een video geef. Ik gebruikte vroeger Screen-O-Matic. Screen-O-Matic kan je eigen video's opnemen en kan ik u laten zien hoe werkt alles. Het probleem is dat zonder klank. Dus nu hebben we iets gevonden, Loom, dat is met klank. En ik ga het u even laten zien. Dus niet Zoom, maar Loom. Ik weet niet dat iemand dat kent, dat iemand dat gebruikt. Mensen uit de IT-sector zullen dit zeker wel kennen. Kijk nu bijvoorbeeld hier bij Library. Ik heb hier video's gemaakt met zaken die ik wil ja, laten zien. U ziet mijn scherm, u hoort mij dan. Dus alles werkt behalve mijn muis. Mijn muis ziet het dus niet. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend als ik u dingen wil laten zien, hoe dat je iets moet doen als de muis niet werkt. Dus ik heb Loom gecontacteerd. Ik hoop dat het nu is opgelost en dat zal mij dan in staat stellen om begin volgende week, dat zal dinsdag of woensdag worden, al die video's die ik, alles wat ik u vandaag ga leren in deel 2, om dat dan op te nemen en hopelijk lukt het dan met muis en dan kan ik u dat achteraf doormailen. U gaat dus achteraf van mij geen slides krijgen, u gaat wel een mail krijgen met alle punten die ik heb besproken, met daaronder de link naar een Loom video. Dus niet de video in attachment, want anders ja, zijn die bestanden veel te groot. Maar u gaat dus ja, allemaal links krijgen. Nu, goed nieuws is, u hoeft Loom niet te installeren. Dus dat is gewoon de link dat je op klikt en dan kan u de video bekijken. Dus dat is geen, ja, als je dan met een mail krijgt, loom.com, dat je niet denkt, oei, oei, is dat hier een virus of zo? Nee, nee, Loom is 100% veilig. Oké. We gaan heel eenvoudig beginnen, maar echt heel eenvoudig. Hoe indicatoren verplaatsen in de stockviewer, de watchlist en een portfolio? Nu, in de stockviewer en de watchlist is dat hetzelfde. Dus ik open Vectorvest USA. Ik ga naar de stockviewer. En wat zien we hier? De price earning. Stel dat u de price earning vooraan wenst. Twee mogelijkheden. U gaat erop staan, u klikt daarop, maar u houdt uw linkermuisknop ingedrukt. En dan kan u dat verslepen naar de plaats waar u het wenst te zetten. U laat het los en voilà, price earning staat hier. Hoe kan u dat ongedaan maken? Wel, ongedaan maken niet, maar er is een tweede mogelijkheid om die te verplaatsen. U gaat op een willekeurig aandeel staan. Rechtermuisknop, layout. En dan ziet u hier columns in grid. Columns in grid, dat is alles wat u hier zichtbaar heeft. Price earning staat nu bovenaan.
met de pijltjes naar beneden kan u de price earning hier zetten. Voilà, price earning staat terug hier. Hetzelfde kan u doen voor een watchlist of voor een portfolio. Ik heb bij een portfolio een testportfolio gemaakt. En dan kan u dus zien, u gaat op iets staan en u sleept het naar links. Of dan met de rechtermuisknop, layout, RS, gaan we terug naar beneden plaatsen. En u klikt vervolgens op OK en RS staat terug hier. Dus eenvoudiger kan eigenlijk niet. Hoe indicatoren toevoegen en verwijderen? Wel, ik ga beginnen met verwijderen. Ik ga ene verwijderen die ik er zelf heb bijgezet, die ik een hele belangrijke vind, maar die er standaard bij u niet tussen staat. En dat is de Net Profit Margin, NPM. Kijk, hoe gaan we die verwijderen? Willekeurig aandeel. Rechtermuisknop, layout. Krijg je dit. We gaan NPM aanduiden en we gaan dat niet naar boven of naar beneden doen. Nee, we gaan dat pijltje naar links doen. En dan zal je zien, NPM stond tussen price earning en growth. NPM is weg. Hoe gaan we dat terug toevoegen? Willekeurig aandeel, rechtermuisknop, layout. En dan is het, ja, even zoeken. My custom fields zijn zaken die ik zelf heb aangemaakt. Kom ik straks op terug. Price volume. En dan vectorvest fields. En hier staat hem ergens tussen. Het nadeel is, het staat niet alfabetisch. Dus ik weet nu uit ervaring dat hem helemaal van onder staat. Voilà. Hier onderaan staat NPM. Net profit margin. Pijltje naar rechts. En dan gaan we hem... Hij wordt voorgesteld helemaal onderaan. Nee, ik wil dat niet. Ik wil hem bijvoorbeeld achter de recommendation zetten. Recommendation NPM. Ik klik op OK. En mijn net profit margin is hier toegevoegd. Nu, u ziet, die kolom is heel breed. Dat komt, als je kolommen toevoegt, dan wordt dat heel breed. Hoe kan je dat ongedaan maken? Je kan daar gaan opstaan. Totdat je die dubbele pijl krijgt en dan kan je het smaller maken. Maar stel dat je een slechte muis hebt of een beetje trillende handen, dan is er een andere, makkelijkere manier en dat is willekeurig aandeel staan, rechtermuisknop, auto fit all columns. En dan zal u zien, voilà, NPM wordt niet breder gemaakt dan nodig is. Dus zo kan u zaken verwijderen en terug toevoegen. Idem dito bij portfolio. Wat zien we hier nu bijvoorbeeld staan? Het is een eigen portefeuille die ik heb aangemaakt. Aankoopdatum, naam van het bedrijf, de ticker, aankoopkoers, de huidige koers, de intrinsieke waarde. Het aantal aandelen maal met een aankoopkoers geeft me een kostbasis. De market value is de huidige waarde. Het procentuele wijziging afgelopen vrijdag. Totale winst, return on investment. Dus uw winst procentueel of verlies sinds dat je het hebt aangekocht, de aanbeveling, de stoploss en dan die eigen indicatoren. Hè? Relative value, relative safety, relative timing, VST en comfort index. En tot slot de quantity. Het aantal aandelen dat u gekocht heeft. Maar u merkt dat is daar geen price earning bij of geen verwachte winstgroei. Kan u toevoegen, rechtermuisknop, layout. En dan gaat u zien, hier staat extra bij capital appreciation. Price earning, verwachte winstgroei, kan u zo toevoegen, mocht u dat wensen. Klik op OK. En voilà, je ziet, ze zijn toegevoegd. Terug zo'n blede kolom. Dus rechtermuisknop, auto fit all columns. En die kolommen zijn terug normaal zichtbaar. Verwijderen. Rechtermuisknop, layout. Growth mag weg. Price earning mag weg. Voilà. Dus ik denk dat ik zo nog eenvoudig ben begonnen. Hoe indicatoren van plaats veranderen, toevoegen en verwijderen, heb ik u laten zien. Ik ga achteraf een video kunnen maken als Loom het mij toestaat. En dan kan u dat thuis rustig herbekijken. Dan dit aandeel, Netflix.
Stel dat u dit aandeel in portefeuille heeft gehad of nog heeft. U ziet het zonder buy. Begint te dalen. Hier springt het op sell en dan hier crash op earnings. Oké, stel u bent blijven zitten. En dat beweegt zijwaarts. En u weet, oei, in januari is dat gecrashed op earnings. Je weet wat Buffett zegt. In een keuken vind je ene kakkerlak, die is daar niet alleen. Zo is dat ook bij bedrijven. CEO's hebben de slechte gewoonte om slecht bedrijfsnieuws in verschillende stapjes bekend te maken. Als er slechte kwartaalresultaten zijn, zeer slechte, vaak volgen er nog nieuwe slechte kwartaalresultaten. Vaak is dat natuurlijk niet altijd. Maar het zou dus raadzaam kunnen zijn, of interessant kunnen zijn, dat u weet, oké, wanneer rapporteren die terug, zodanig dat u ofwel het aandeel kan verkopen voor die kwartaalresultaten, ofwel u kan indekken met opties voor het bedrijf kwartaalresultaten gaat rapporteren. Vooral in Nederland is dat heel populair. Belgen werken veel minder met opties, Nederland veel meer. Dat u gaat zeggen, oké, ik wil Netflix houden voor de lange termijn, maar ik vrees toch nog slechte resultaten, ik ga me indekken met opties. Maar dan is het natuurlijk belangrijk dat u weet wanneer rapporteert een bedrijf kwartaalresultaten. Kan u het opzoeken in de Unisearch? Ja. Kan u het plaatsen in de portefeuille? Ja. Kan u het plaatsen in een watchlist? Nee, maar er is wel een omweg. Ik ga u de drie zaken laten zien. Eerst opzoeken in de Unisearch. Ik vraag dan altijd in de workshops op locatie, wie heeft een idee? We gaan naar de Unisearch, dat is onze zoekmachine. Doe eens een gok. Laat ik de mensen raden. Natuurlijk, vandaag online is dat wat moeilijker, dus ik ga er dan iets sneller door. Maar... date time is vandaag. We gaan vandaag zoeken. Nu een tip. Je kunt hier ook kiezen, bijvoorbeeld 1 dag geleden, 3 dagen geleden of zoveel weken geleden. Maar stel dat je wilt hebben vandaag. Kies je time of search. Nu, als je dat niet invult, gaat hem automatisch time of search invullen. Dus weet dat je dat eigenlijk niet iedere keer moet invullen. Het gaat automatisch verschijnen van zodra je de rest van de parameter en operator invult. Dus gewoon een kleine tip. Bij parameter. We willen de bedrijven weten die bijvoorbeeld binnen de 4 dagen kwartaalresultaten rapporteren. Hoe doen we dat? Het gaat over aandelen. Dus we zitten bij stocks. En dan zeg ik altijd tegen de mensen, waar vinden we dat? Sommigen denken bij filter, anderen bij vectorvest fields. Maar nee, het zit wel degelijk bij capital appreciation. En daar vind je earnings date. Dat is zoiets dat mij toch wel bewijst dat er eigenlijk mensen weinig zelf gaan experimenteren met de Unisearch. Er zijn een aantal die het wisten, maar niet al te veel. Dus dit is een extra feature. Ik denk dat dat sinds 1,5 jaar of zo ruw geschat in zit. Waarbij u dus op zoek gaat naar bedrijven die binnen de zoveel dagen kwartaalresultaten rapporteren. Dus stocks, capital appreciation, earnings date. Kleiner dan kies ik. En bij value wil ik binnen de 4 dagen pakt. Klik op value. Ja, hij stelt slechts 30, 60, 90 dagen voor. Hoe kan je dat dan aanpassen? Via custom. Ga naar custom. Verander die 30 in 4. Klik op oké. Als we nu een search klikken, dan ga je zien, hij gaat een kolom toevoegen. Dit zijn allemaal aandelen die binnen de 4 dagen rapporteren. Maandag 9 mei. Dinsdag 10 mei. Oké. En zo verder. We kunnen helemaal naar beneden scrollen. Dus dat is een mogelijkheid via de Unisearch. Kan u het via portfolio? Absoluut. Kijk goed. Dit is dus de portefeuille die ik heb aangemaakt. U ziet geen earnings date. Maar dit zijn uw aandelen. Stel dat dit uw aandelen zijn, dan wilt je toch wel weten wanneer dat die rapporteren. Hoe doet u dat? Rechtermuisknop is heel vaak hetzelfde hoor. Layout. En dan bij Capital Appreciation, wie staat er bovenaan te blinken? Inderdaad, earnings date. Klik op het pijltje naar rechts. Klik op oké. En wat verschijnt daar? Een extra kolom. En dan zien we Accenture 23 juni.
Novo Nordisk, 4 augustus. Target, 18 mei. Nu, Edwards heeft anderhalve week geleden gerapporteerd. Mastercard, idem dito. United Health was 14 april. Dus bij sommigen is het nog niet geweten wanneer de nieuwe data is. Nieuwe datum waarop men gaat rapporteren. Van zodra het geweten is, wij kopen data dus bij Factset, verwerken dat dan. Zal dat hier verschijnen. Dus, via Unisearch heb ik u laten zien, via portfolio heb ik u laten zien. Kan u het via een watchlist? Nee, maar wel via een omweg. Nu, kijk hoe. Dit is watchlist. Ik heb nu bijvoorbeeld ooit een watchlist aangemaakt. Welke belegger ben ik? Ik heb dat gedaan voor mijn aan de slag met Vectorvest webinars. En wat zie je hier? Allerlei indicatoren. Ik kan scrollen naar rechts, maar nergens staat earnings date. Mensen geloven me niet, dus ze beginnen te zoeken. Rechtermuisknop, layout. Je ziet, hier staat niets van capital appreciation. Ook niet als je naar beneden scrolt. Dus geen earnings date. En toch zijn er twee manieren. De eerste manier is dit. Kijk hoe. Je hebt hier de stockviewer, je hebt de watchlist, maar je hebt ook events viewer. Klik eens op events viewer. Voilà. Hij zet zich automatisch op 9 mei. Ja, we zijn nu zondag 8 mei, maar de beurzen zijn toe. Dus hij zet zich automatisch op maandag 9 mei. Trouwens, heel grappig dat dit in het Nederlands is. De rest is allemaal in het Engels, maar dit verschijnt dan in het Nederlands. Oké, hier zie je alle aandelen die morgen, maandag 9 mei, ex-dividend gaan. Hier zie je alle aandelen die, waarvan morgen het dividend wordt gestort op uw rekening. En hier zie je alle aandelen die morgen, 9 mei, kwartaalresultaten rapporteren. Dus dat is leuk om eens in te scrollen. Ze staan hier allemaal alfabetisch A op ticker. Alfabetisch op ticker. Maar kijk eens hierboven. Drop-down menu, filter by watchlist, choose a watchlist. En dan kan u gaan kijken, oké. Deze watchlist, welke belegger ben ik? Wat gebeurt er de komende dagen? Maandag 9 mei, leuk, ik ontvang een dividend Mastercard. Stel dat je dat in portefeuille hebt. Stel dat deze watchlist uw portefeuille is, krijg je morgen Mastercard op uw rekening. Volgende week vrijdag, Cintas gaat ex-dividend en Accenture keert het dividend uit, wordt gestort op uw rekening. En zo kan je altijd zien voor al deze aandelen, wanneer gaan ze ex-dividend? Wanneer wordt de dividend gestort? Wanneer rapporteren ze? De meeste bedrijven hebben recent al gerapporteerd. Enkel Target van deze lijst rapporteert op 18 mei. Dus dat is een omweg. In de watchlist kan je earnings date niet toevoegen, maar via Events Viewer kan je wel gaan verwijzen naar uw watchlist. Dus dat leek me wel heel interessant. Is nog een optie, nog een mogelijkheid. Kijk hoe. Ik geef hier in de Unisearch in, geef me alle bedrijven die binnen de 30 dagen ex-dividend gaan. Maar je kan hier ook gaan verwijzen naar uw watchlist. Hoe doe je dat? Stocks en dan filter by watchlist. En dan gaan we verwijzen naar de watchlist. Is gelijk aan. Je klikt hier op watchlist en dan kies je bijvoorbeeld My Watchlist. Welke belegger ben ik? Klik op One Search en dan ga je zien Target, dat wisten we al, 18 mei gaan die rapporteren. Daarom dat ik ook die had gekozen binnen de 4 dagen, maar wel binnen de 30 dagen. Wat kan interessant zijn? Kijk. Hoge RS-aandelen gaan vaak boven de lat bij het rapporteren van kwartaalresultaten. U zou kunnen zeggen, goh, stel dat we naar een goede berenmarkt gaan, zijn er dan geen opties? Wel, kijk hier. Accenture. Dit is voor corona, de piek van 216. En we gingen van 216 naar $137. Dat ziet u rechts.
Intraday, de low price 137. Wanneer hebben ze gerapporteerd? Kijk, zie je hier die spike naar boven? Als ik inzoom, ga je dat zien. Hier, het aandeel 150. En zanderdags intraday van 150 naar 177. Dat is een 18% stijging. Om dan tegen het eind van de dag terug te vallen. Dat was natuurlijk ook toen de beurzen volop aan het crashen waren. Oké, je zou dus kunnen denken, amai, de beurzen zijn hard afgestraft, maar ik heb hier een heel hoog RS-aandeel dat morgen gaat rapporteren. Dat zou je kunnen programmeren in de Unisearch. Hoe? We gaan naar Unisearch. Geef me alle aandelen die binnen de 2 dagen rapporteren. Stocks earnings date, kleiner dan bijvoorbeeld 2 dagen. En dan ga je verwijzen naar de S&P. Hoe doen we dat? Stock watchlist is gelijk aan. En dan kies je S&P watchlist, S&P 500. Je klikt op OK. En dan gaan we nog eens sorteren op RS. Relative safety. Ik ga wel maar de top 5 laten zien. Uiteindelijk wil ik toch mijn abonnees, die betalen toch abonnementsgeld. Ik ga niet alle 100 aandelen met de hoogste RS laten zien op dit moment, of die dat dan nog eens gaan rapporteren. Dus we gaan eens kijken. Ja, natuurlijk, no results found. Het is natuurlijk binnen de 2 dagen. Heel veel bedrijven van de S&P die hebben al gerapporteerd. Oké. Als ik nu zit binnen de 30 dagen, dan ga je er meer hebben. Oké. Dus zo kan je gaan zeggen, maar ik zou dat pakken binnen de 2 dagen, vlak voor earnings, maar alleen als u een agressief profiel heeft, want dan ga je kopen in het volop van een correctie. Dan ga je kijken, oké, welke aandelen zijn misschien zwaar afgestraft door die correctie, die morgen gaan rapporteren, die een hoge RS en een hoge RV hebben. Dan zou u dat kunnen gaan riskeren, afhankelijk van uw beleggersprofiel. Ik zeg niet dat je dat moet doen, helemaal niet. Maar ik laat het u wel zien dat het mogelijk is. Oké. Ik heb u laten zien hoe dat u dat kan programmeren in de Unisearch en in de portfolio. Dan gaan we naar een volgend punt en dat is uw eigen indicatoren aanmaken. RS mal RS mal CI. Waarom RS mal RS mal CI? Wel, in Europa zit dat standaard erin. Zoals daarnet gezegd, ik heb 4 modelportfolio's. En wat is de clue? Denn deze sorteert alles op RS mal RS mal Comfort Index. Deze modelportfolio, we hebben die gebacktest, met Beurstax haalt die van 2005 een rendement van 15% compounded rate of return. Dat is beter dan de andere modelportfolio's. Ik heb heel veel backtests al gedaan voor Europa. Deze springt er wat mij betreft echt uit. Oké. Je vindt RS mal RS mal CI goed, maar je wilt die implementeren in Australië. Kan dat? Ja, maar dan moet je meest aanmaken. Hoe gaat je dat aanmaken? Wel, u gaat naar de database waarin dat je hem wilt implementeren. U klikt op Tools en dan altijd kiezen voor Custom Field Builder. Hier gaan we zaken bouwen. Custom Field Builder. Bij Definition gaan we dat programmeren. Hoe doen we dat? Eigenlijk is dat zoals de Unisearch. De belangrijkste zaken zitten onder Capital Appreciation. RS. Hier zie je plus gedeeld door maal min. We klikken op maal. Terug RS. RS maal RS. Maal Comfort Index. Fields, Capital Appreciation, Comfort Index. Bij Field Name stelt hij automatisch die naam voor. Ik vind dat prima. Dan moet je 2 zaken doen. 1. Valideren. 2. Bewaren. Ik krijg een foutmelding. Dat is omdat ik die natuurlijk al heb aangemaakt. U gaat dat niet hebben. Ik doe exit. En die is aangemaakt. Voordat we die gaan gebruiken in een grafiek en in de Unisearch, ga ik u een andere laten leren aanmaken.
Value/price. Je wilt bijvoorbeeld alle aandelen die 20% ondergewaardeerd zijn, omdat je denkt, ja, moeilijke beurstijden, je kunt beter met zwaar ondergewaardeerde aandelen. Nu zijn veel aandelen die ook zwaar ondergewaardeerd zijn, die toch klappen hebben gekregen. Bijvoorbeeld HZO, kent u hem? Marinemax. Heeft klappen gekregen. Kijk, de piek was hier 70. Hier hadden we nog een piek van 60. Maar dan, tik naar beneden. Mijn inziens zwaar onterecht. En dan is die hier een low neergezet. Wat hadden we toen? 27 april. Koek 36, value 57. Relative value 1,56. De 70 was wat gedaald van de zomer nog... Alleen, in januari nog 1,36, nu 1,11. Maar kijk dan hier. De verwachte winstgroei van 28% met een price earning van 4,8. Groei 28, price earning 4,8. Spot goedkoop. Wat is er de dag daarna gebeurd? Stel, u zoekt op, geef me alle bedrijven die morgen earnings geven. Inderdaad, op earnings is hem gestegen van 36 naar 39. 9% erbij en nadien van 39, nu zitten we 43. Dus om maar te zeggen, het is niet alleen technologie die klappen heeft gekregen, ook goedkope aandelen hebben klappen gekregen. En die hebben heel vaak iets gemeen, een zeer lage marktkapitalisatie, waardoor er wel eens veel shorters op vliegen. Dus dat is altijd gevaarlijk. Ook bij dalende markten bent u niet altijd veilig bij die value-aandelen. Zeker niet bij klein marktkapitalisatie. Natuurlijk, in stijgende beurzen durven die aandelen, u ziet het hier, ook wel helemaal door het dak gaan. Hè? Van 8 naar 70 op een goed jaar. Goed, maar u wenst bijvoorbeeld dus aandelen die zwaar ondergewaardeerd zijn. Hoe gaat u dat doen? Wel door de value/price aan te maken. Zodanig, dan kun je gaan zeggen, oké, alle aandelen met een price van 100 moeten een value hebben van minstens 120. Ik zeg maar iets. Maar daarvoor moet je dus value/price aanmaken. Hoe doet u dat? Tools, custom field builder, en dan moeten we terug gaan bouwen. Eerst value, zit onder capital appreciation value, gedeeld door, de price zit dat hier ook? Nee, er is een apart onderdeel met price, dus we kiezen gewoon price. Hij stelt value/price voor, ik vind het prima, valideren en bewaren, komt dus altijd terug. Hij zegt het bestaat al, oké. Dan moet ik het niet, dan kan ik het niet opnieuw bewaren, maar bij u gaat dat niet het geval zijn. Exit. Voilà. Ook dan gaan we die subiet kunnen gebruiken. En dan de laatste vind ik ook wel een leuke, de pechratio. Waarom? Wel, in VectorVest zit de GPE, het omgekeerde. De groei delen door de pech, de price earning. Groei delen door price earning. In België gebruiken we vooral de pechratio, price-earning delen door de groei. Dus de GPE zit erin, de pech niet. U kan de pech maken, u raadt het al, tools, custom field builder, price-earning zit onder capital appreciation, delen door de groei. Bij field name zet je gewoon pech. Price-earning delen door de groei, valideren, bewaren. En nu hebben we die alle drie aangemaakt. En het leuke is, nu kan je ze gaan implementeren in een grafiek en in de Unisearch. We gaan eens kijken. Eerst in de Unisearch. Dus we gaan naar Unisearch. Ik wil een nieuwe search maken, dus linksbovenaan kies ik op New Search. Geef me alle aandelen die 20% ondergewaardeerd zijn. 20% ondergewaardeerd, oké. Aandelen. Waar staat dat nu?
Wel, wij hebben het aangemaakt in, dus het staat onder My Custom Fields. Value slash price. De value slash price moet 20% ondergewaardeerd zijn, de aandelen, dus dit wordt hoger dan 1,2. Dus bij operator kiezen we hoger of gelijk dan. Bij value gaan we kiezen voor custom value. 1.2. Als ik nu run search doe, dan krijg ik de top 5 van aandelen die 20% ondergewaardeerd zijn. Kijk, 66 koers, value 94, dat zie je zo. 69 koers, 89, 32, 39, 20, 25. Je kan met blote oog zien dat ze 20% ondergewaardeerd zijn. Nu wil ik ze sorteren op RS mal CI. Want u ziet hier, deze hebben een zwakke RS, wel een hoge CI, maar een zwakke RS. Oké, hoe doen we dat? Ze zijn automatisch gesorteerd op VST. Ik wil ze sorteren op RS mal CI. We klikken hier op VST, krijg je een drop-down menu en daar ga je R ingeven. RS mal CI selecteren, want die hebben we aangemaakt. Klikt op OK. Als we nu one search doen, dan komt er een kolom bij. Autofit all columns. Een kolom wordt toegevoegd, RS mal CI. En wat zien we nu? Dit zijn aandelen met een hoge RS en een hoge CI. En nu wil ik nog aandelen met een pechratio van een bepaalde waarde. Dus ik ga naar mijn pechratio. Stocks. My custom fields. Oui. De pech. Kleiner dan. Bijvoorbeeld 1. Run search. U ziet een extra kolom toegevoegd worden. Allemaal bedrijven met een lage pech. Is dat goed? Wel, absoluut. Kijk hier. Price earning 8, winstgroei 37. Price earning 18, winstgroei 21. Isse, onze autozone die we in deel 1 hebben besproken. Molina, price earning 18, winstgroei 23. Dus enorm. We gaan eens kijken naar de grafiek. Hoe kan je dat nu toevoegen? Ja, ik heb ze hier al toegevoegd, dus ik ga ze even verwijderen. Hoe kan je bijvoorbeeld value slash price toevoegen? Add parameter, my custom fields, value slash price. Hoe voeg je RS mal CI toe? Hetzelfde. Add parameter, my custom fields, RS mal CI en ze verschijnen dan onderaan. U kan ze naar boven slepen, mocht u dat wensen. Kijk, we gaan de value er eens bij zetten. En wat zien we? Dat is een heel mooi voorbeeld hier. Hier is het aandeel overgewaardeerd. Die groene lijn is de value. En hier breekt de value helemaal uit. Wanneer was het aandeel het meest ondergewaardeerd? Wel, u kan het makkelijk terugzien door value slash price aan te vinken. Kijk nu goed. Hier was het aandeel overgewaardeerd. Kijk altijd rechts. Maar ik ga even een dateline zetten. Kan ik mijn muis vrij bewegen? Hier hebben we een value slash price van 0,69. Dus het aandeel is overgewaardeerd. Wanneer kan je nu met het blote oog zien dat het aandeel het meest ondergewaardeerd is? Wel, hier. Hier hebben we 1,75. Dus hier is het aandeel 75% ondergewaardeerd. We hebben een koers van 93 en een value van 162. Dus door die value slash price te maken, kan u zien dat een aandeel vandaag het meest ondergewaardeerd is. Kijk, nu gaan we die RS mal CI doen. Hier zie je de RS uitbreken van 0,9. Naar 1,22. Dat is een stijging afgerond 25%. Maar de CI, de Comfort Index, die stijgt veel sterker. Kijk, van hier 0,60 pakt naar 1,80 bijna. Ja, reken maar uit, maal 3. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven
qua RS-massief, ik weet het natuurlijk al. Dus wat zien we hier gebeuren? Die RS-CI gaat van 0,47 naar 2,69. En hoe komt dat? Omdat 1 de RS uitbreekt en 2 de CI uitbreekt. Het is misschien interessant om te zien bij uw aandelen dat je kunt zien, oké, hoe zit dat met die RS-CI? En dat je dan zelf kan gaan kijken, oké, hier is dat hier gebeurd bij Molina. Dus dat je zelf kan gaan kijken, is dat nu vooral de RS of vooral de CI dat uitgebroken is? Bijvoorbeeld, hier zie je ook wat RS, maar vooral CI, want de CI gaat van 0,8 naar hier 1,45. Dus zo hoop ik dat u dat toch wel leerrijk vindt, dat u op een grafiek en op een Unisearch, dat je dus uw eigen zaken die dat je zelf hebt geprogrammeerd of die Vectorvest heeft geprogrammeerd, dat je die zelf gaat kunnen implementeren in een grafiek, in een Unisearch. Kijk eens ook heel goed bij Vectorvest Fields, want zij hebben heel veel zaken geprogrammeerd. Oké? Idem dito op een grafiek. Ad parameter, Vectorvest Fields, hier zie je ook heel veel. Hè? CI mal RS. CI delen door RV. Dus gigantisch veel mogelijkheden die je hebt. Voilà, mij leek het toch wel nuttig om u dat eens te leren. En dan het laatste voor vandaag. Hoe kan ik aandelen selecteren uit stijgende industrieën, stijgende sectoren? Hoe kan ik de sectoren vinden die nu een hoog momentum hebben en 3 weken geleden nog niet dat hadden? Dus dat kunnen we doen op verschillende manieren. Eerst heel eenvoudig. We gaan naar viewers, sectorviewer. En ik zie de 41 sectoren die zijn gerangschikt op RT. En dan blijkt dat we maar 4 sectoren nog hebben met een positief momentum. Je kan klikken op Industry Viewer. Ook dan hebben we alle industrieën die worden gesorteerd op RT. In mijn vorig journaal heb ik dit laten zien. Een hele map die ik heb besproken uit de Unisearch. En die map die heet Trends Persistent Trends. En dit was wel een leuke. Geef mij bijvoorbeeld alle sectoren die een stijgende prijs hebben gedurende minstens 3 opeenvolgende weken. Niemand. Doen we dat vandaag voor de industrieën? Geef mij alle industrieën waarvan de koeks van de industrie voor de 3e opeenvolgende week stijgt. Dan krijgen we dit. Als hij wilt. Oké. U ziet 5 van de 222 industrieën stijgen 3 weken achter elkaar. Wie zit daartussen? ETF Short. Stel dat je het niet vertrouwt op de beurs. Je zou kunnen werken met een ETF Short. Nu, ETF Short, dat is niet voor buy and hold te doen. Waarom niet? Kijk hoe. Dit is op 2 jaar. Op 2 jaar gaan we van 300 naar 27. Je kunt zeggen, ja, maar het zijn 2 goede beursjaren geweest. Ja, oké. Maar eens kijken op 10 jaar. Op 10 jaar gaan we van 191.000 naar 27. Dus dat is niet echt iets voor buy and hold te doen. Anderzijds, op de laatste 3 maanden, wat zien we daar wel? Dit. Drie opeenvolgende weken stijging. We gaan eens kijken. Nu, vrijdag 6 mei, $27,91. Door hierop te klikken kan je makkelijk dag per dag teruggaan. $27,91 is hoger dan $27,72. $27,72 is hoger dan $26,78. We vergelijken telkens met een vrijdag. Natuurlijk, als op vrijdag de beurs toe is, zoals op Goede Vrijdag, dat was vrijdag
15 april, dan vergelijken we met donderdag. Dus hier hebben we 1678, is hoger dan 2530. En 2530 is hoger dan 247. Dus we hebben hier 5 opeenvolgende weken een stijging van de prijs. Dus als we dat vragen, de industrieën die een hogere trend moeten geven op 3 weken, onthoud goed dat dat telkens end of week is. Dus dat we altijd gaan naar de vorige vrijdag. Dus dat kan interessant zijn. Maar waar ik naartoe wil, is dit. Ik liet u destijds in mijn journaal, ik laat u heel veel zien in mijn journaal, maar dit vond ik wel een leuke. Geef mij bijvoorbeeld alle aandelen die vandaag in de top 20 VST zitten, die 3 weken geleden niet in de top 50 VST zitten. We sluiten ETF's uit. We gaan eens kijken. Dan zie je hier 3 aandelen uit petroleum, 1 uit transportation, 1 uit retail. Dat zijn dus aandelen die eigenlijk on the move zijn, als ik dat zo mag zeggen. Ze hebben een hoge VST, ze staan allemaal op buy, ze hebben een hoog momentum, en nu zitten ze in de top 20 VST, en 3 weken geleden zaten ze niet in de top 50 VST. Wel, zo kunnen we hetzelfde doen met sectoren. Geef mij alle sectoren die nu in de top 5 zitten. Hoe doe je dat? We gaan niet naar stocks. Het gaat over aandelen. Over sectoren. Dus sector, filter by sector. Is gelijk aan. Ik wil alle sectoren die nu in de top 5 zitten qua momentum. Hoe doen we dat? Sorted sectors, top 5 by momentum. 3 weken geleden mocht de sector niet in de top 10 staan qua momentum. Sector terug, filter by sector. Mocht niet, is verschillend van, in de top 10 van RT. Value klikken. Je moet dan in het begin moeten we eens even zoeken. Hè. Sorted sector, en dan zie je hier top 10 by RT. Ik ga dat nu zetten op een week geleden, of pak het op 2 mei. We gaan eens kijken. No results found. Ik denk dat ik naar vorige week moet gaan. Bijvoorbeeld 27 april. Voilà. Dit zijn de aandelen uit een sector die nu in de top 5 staat, die 3 weken geleden niet in de top 10 stond. En wat is die sector? Paper. Inderdaad, paper is de enige sector die het momentum echt mee heeft, die echt aan het stijgen is qua momentum. Waarom is dat belangrijk? Je zou kunnen zeggen, ik neem 2 weken geleden neem ik de staalsector. Enfin, nee, we gaan dit doen. We gaan naar de sectorviewer. Ik pak 2 weken geleden. Wie stond daar in de top? Staal. Staalsector RT118. Wat is het gevaar? Ja, petroleum staat al maanden hoog. Staal ook. Maar het zou natuurlijk kunnen dat ze op de piek zitten. Kijk, nu petroleum nog altijd hoog, maar kijk hoe dat staal naar beneden is gedonderd. Naar 0,87. Dat is de reden waarom u zou kunnen zeggen, goh, ik wil er liever die nog aan het stijgen zijn, bijvoorbeeld van buiten de top 10 naar nu de top 5. En dat doe je dus op deze manier. Zo kan je gaan kijken naar industrieën en naar sectoren die het momentum mee hebben, die aan het stijgen zijn. Je zou kunnen gaan kijken omgekeerd, dat je denkt van, mijn staalaandelen die zijn nu minder goed aan het doen, dus je gaat kijken welke sectoren 3 weken geleden in de top 5 en nu niet meer in de top 10. Dan zou je bijvoorbeeld staal kunnen krijgen. En dan weet je, oké, ik moet hier gaan ingrijpen. Dus ik hoop op die manier dat ik u echt wel inzicht heb gegeven. Niet alleen de topsectoren te kopen, maar ook te gaan kijken naar sectoren die on the rise zijn of sectoren die beginnen te dalen.
sectoren of industrieën die drie opeenvolgende weken aan het stijgen zijn. Dat kunnen dus sectoren of industrieën zijn die van plaats 40 naar 30 zijn gegaan, die een opwaartse beweging aan het maken zijn. Dus ik denk dat dat toch iets heel interessant is. En ik hoop dat ik u vandaag met deze trektocht door Vectorvest u echt iets heb kunnen bijleren. Stel dat u voor het eerst deze workshop volgt en u voelt zich zoals deze jonge dame wel. Je zou kunnen zeggen, goh, moet ik dat allemaal onthouden? Nee. Ik zeg altijd tegen de mensen, als je 20% van de software kent, dan kun je ermee werken. Maar het is wel heel belangrijk dat je die eerste 20% leert. Als u iets of wat middellange termijn of lange termijn belegger bent, kijk naar die relative safety aandelen. Als je agressieve belegger bent om te traden, in die downsignalen, u loopt meer risico, maar goed, dat weet u. Kijk dan naar die sectoren, naar die industrieën, naar de aandelen met een hoog momentum. Maar werk daar zeker altijd met een stop los. Voor de lange termijn belegger zeg ik altijd, wees heel voorzichtig bij die downsignalen. Ga niet volop liggen kopen bij een downsignalen. Dat raden wij af voor mensen die conservatieve belegger zijn of voorzichtige belegger zijn. Die relative safety, wat maakt het verschil? Het zijn geen waardeaandelen met price earnings van 4, maar ook geen hype aandelen met price earnings van 150. Het verschil zit in die earnings, en nog eens earnings. Dit heb ik daarnet al gezegd. Het vorige decennium, ik bekijk het altijd per decennium, de top 10 in Europa, relative safety, 10 keer beter dan de DAX. Je kan dat hier zien. Dus als jij de eerste dag van ieder jaar opnieuw kocht, de top 10 RS, de rendementen ziet u hier, door hier te kopen, bijvoorbeeld in 2012, dit rendement, en dit is de DAX. En tot wanneer is dat? Ik bekijk het altijd per decennium. Dus je ziet 10 keer beter dan de DAX. Niet alleen dat, exclusief dividend en de verschillen zijn soms zeer groot. In Amerika vorig decennium, 10 keer, 9 keer beter dan de S&P. U kocht telkens op 1 januari, zowel de tracker op de S&P, is dit uw rendement, en dit is het rendement van de top 20 hoogste RS. Enkel in 2014 deed de trekker het beter dan de top RS-aandelen. Exclusief dividend. 2020, kijk hier naar dat verschil. Dat is op 2 jaar immens. Ik ga er wel bij zeggen, als ik buy and hold doe tot vandaag, zijn de verschillen wel kleiner. Want de top RS-aandelen hebben dit jaar wel klappen gekregen. In Amerika, hetzelfde verhaal. Op 2 jaar 15% beter dan de S&P, puur buy and hold. Vorig jaar 37% beter dan de DAX. 9% beter dan de S&P is tot eind vorig jaar. Nogmaals, dit jaar werkt het minder. Let op met dure, hoge RS-aandelen in een omgeving van stijgende rentevoeten. Daarom dat wij ook zeggen, neem een afwachtende houding aan, respecteer de stoploss, u bouwt cash op. U kan geld verdienen, denk ik, door goede aandelen te kopen. Niet alleen denk ik, ben ik zeker van, door goede aandelen te kopen. Maar u kan ook iets verdienen door mij uit te nodigen. Vroeger deden we enkel uitnodigingen bij beleggingsclubs, maar nu kom ik ook thuis of op een locatie als u een bijeenkomst organiseert voor familieleden, vrienden of collega's met oprechte interesse voor beleggen. Vanaf 6 personen doen we dat. Dus, wat doen we daar? Wel het belang van fundamentele en technische analyse bij het beleggen. Niet alleen dat, ik haal ook de aandelen van de beleggingsclub of van de aanwezigen door Vectorvest. En we gaan eens kijken, niet-abonnees, hoe scoren hun aandelen in Vectorvest? Soms geeft dat wel een beetje hilariteit. Is dat voordelig? Wel ja, als u mij uitnodigt, krijgt u een krediet van 59 euro. Als u iemand nieuw aanbrengt, bijvoorbeeld ter plaatse, neemt iemand vrijblijvend een proefabonnement, per persoon dat u aanbrengt, krijgt u nog eens 59 euro. Wat maakt, als u 5 personen zou aanbrengen en mij uitnodigt, heeft u 6 credits van 59 euro. Wat kan u daarmee doen? Krijgt u dat cash? Nee, maar een credit is een equivalent van 1 maand gratis Vectorvest. Als u een maandabonnement heeft en u heeft 6 credits, dan zal u de komende 6 maanden niks betalen. Heeft u een jaarabonnement en u heeft 6 credits, dan zal u bij de verlenging van uw jaarabonnement al die credits kunnen inzetten en dan krijgt u dus extra korting. Of u kan het ook gebruiken
Bijvoorbeeld om te upgraden van een end-of-day bijvoorbeeld naar een intraday of naar een real-time abonnement. Heeft u interesse hierin? Mail ons, mail mij, want ik geef die presentaties op belgium@vectorvis.com. Mensen die een proefabonnement hebben, die krijgen dit. 18.500 aandelen, toegang tot de webcast Aan de Slag met Vectorvis en een snelstartcursus. Locaties, allee, workshops op locaties in België en Nederland, maar dus ook online workshops zoals u nu op dit eigenste moment aan het zien bent. U krijgt support, telefonisch is via de US. Als u in het Nederlands wenst geholpen te willen worden, dan is die support via mail. €9,95 voor 30 dagen. U kan het activeren via vectorvis.be/proefperiode. Nadien, wel, u heeft de keuze. Stel dat je zoiets zet tijdens uw proefabonnement. Goh, ik vind het te moeilijk. Het is niks voor mij, ik heb geen tijd. Dan kan u het stopzetten zonder dat er nog een bedrag wordt gedebiteerd. Hoe? Wel, door ons te contacteren tijdens uw proefabonnement. Ofwel telefonisch, komt u wel in de US terecht, ofwel via mail. Dat is via ons. Wij stellen geen ambetante vragen. Ik toch niet, mijn collega Gina ook niet. Dus doe het eventueel via mail, belgium@vectorvis.com en u krijgt een bevestiging dat uw proefabonnement niet wordt verlengd en dat het dus wordt stopgezet en er geen enkel bedrag wordt gedebiteerd. Maar, stel dat je niets doet, het werkt zoals een domiciliering. Een domiciliering in de zin van, als u niets doet, wordt het automatisch een maandabonnement aan €59. Dat geeft u de flexibiliteit om ten allen tijde op te zeggen. Anderzijds, stel dat u overtuigd bent van Vectorvis, dan bent u beter af met een jaarabonnement. Waarom? €59 per maand. Na 10 maanden heeft u €590 betaald. Wel, leg €5 op en u krijgt er eigenlijk de laatste 2 maanden gratis bij. €59 per maand, na 10 maanden €590. Neem een jaarabonnement en u betaalt op €5 na de laatste 2 maanden niets meer bij. Denk er eens rustig over na voor de mensen die in een proefabonnement zitten en laat het ons weten. End of day, dat is het standaard abonnement. Ik denk dat 95% van mijn abonnees heeft een end of day abonnement. Er bestaat ook intraday, dat is in de koersen US met 15 minuten vertraging. Of een real-time abonnement, dat zijn de koersen live, dat is wel enkel voor USA. Europa en de andere databases is dat altijd end of day. U ziet, via mij heeft u altijd extra korting. Bel niet naar US, want dan betaalt je meer. Mensen die naar een workshop komen, of de online workshop kijken, of mijn journaal kijken, die krijgen altijd extra korting. Maar u moet het mij wel zeggen. Dus gewoon kijken is niet genoeg. Wel even mailen van, kijk Tom, ik heb naar uw online workshop gekeken. Je mocht mijn jaarabonnement verlengen met extra korting. En dan brengen wij dat voor u in orde. De prijzen, €5,95, zijn al 9 jaar hetzelfde. Ik ben al 9 jaar bij Vectorvis, toen werd ik abonnee. Al 9 jaar hetzelfde. Eigenlijk is het goedkoper geworden in de zin van, vroeger kreeg je 2 databases. En moest je voor de andere databases extra betalen, mocht je die willen. Nu krijgt iedereen alle databases voor dezelfde prijs. Ik ga eens heel even kijken. Dirk zegt heel bedankt voor de informatie. Ik zal het zeker nog eens herbekijken om tegelijk te oefenen en te leren. Ik zie de mails verschijnen. Inderdaad, Dirk, u krijgt de link morgenavond, veronderstel ik, uit US. Ik ga nu alles uploaden naar US. Zij gaan dan de link verspreiden, maar dat gebeurt pas maandagavond. Ik ga wel zien dat ik het eventueel ook al kan... als je het nu echt vandaag wilt herbekijken, dan mocht je mij mailen op mijn persoonlijk mailadres. Maar normaal gezien, morgen wordt het verstuurd door US. De filmpjes van in deel 2, die moet ik dus nog opnemen als het probleem met Loom is opgelost. Mensen uit IT, ik denk Laurent, u bent heel sterk in IT. Mocht u ook een alternatief voor Loom kennen dat gratis is, mag u dat me altijd ook weten te zeggen. U heeft mijn mailadres. Dus die filmpjes... U gaat, slides zijn er niet, maar dus de filmpjes krijgen hopelijk vanaf dinsdag, het zal eerder woensdag of donderdag zijn. Peter, Danny, Laurent zeggen allemaal, ze bedanken mij allemaal. En ik dank u ook allemaal om op deze zondagochtend, het is tijd dat het gedaan is, mijn stem, om op deze zondagochtend mijn webinar te volgen.
Ik wens u een fijne voortzetting van deze zondag. Ik zie buiten de zon schijnen, dus ik zou zeggen, ga naar buiten. Geniet ervan, van de frisse lentelucht. Heel hartelijk voor uw dank en heel graag tot binnenkort.